Ik, broers, ik dacht dat ik mijn lijstje niet mee heb, maar ik, heb mijn, ik realiseer me net dat ik uh, JM geappt heb. Ja, dus daarom, we, kunnen, beginnen. Gewoon in we kunnen gewoon beginnen. We kunnen gewoon beginnen. Ja. Dan zijn we zijn gewoon. Boven. We zijn begonnen. Het aan de 2022, Jelle Kunst Sick. zit hier. Ja. Hoe was je jaar? Uh, relaxed, denk ik wel. Uh, zowel druk als in gewoon veel uh, gewerkt. Maar na twee wat lastigere jaren voor de wereld, denk ik, dus ook voor mij... Um, was, was deze wel weer wat, uh, wat beter? Persoonlijk lastig of gewoon werk? Nee, lastig? persoonlijk lastig. Uh, uh, ik, ik had alsnog, ook al heeft het me ook wel veel leuke dingen gebracht, of leuke dingen, gewoon, weet ik veel, uh, lering. Uh, um, maar waren de twee lockdown-jaren in je eentje in een huis, nou, dat, dat was op een gegeven moment wel heavy. Ja. Uh, dus toen ben ik veel, uh, zoveel mogelijk de deuren uitgegaan en veel in de kroeg gezeten en dat soort dingen. Um, gewoon om maar niet alleen thuis te zijn. Ja. Yeah. En ook al was het, weet je, we zijn natuurlijk allemaal gamers en nerds en wat dan ook, dus af en toe is het super fijn. Uh, ik, ik heb Steven in het begin nog wel eens van corona de, 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 de wijze woorden horen zeggen: We've trained our whole lives for this. <laughs> Dat was wel <laughs> ja. striking. Ja. Maar ik heb zelf ook Steven met, met een familie en wat dan ook, na twee jaar ook wel gehoord zeggen van poef. Dus wel heavy. Uh, la, 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 laat het nu maar over zijn. Uh, ja. En dat, dat was dit jaar. Dus dat was wel, uh, was wel het is, Dus dit was een partyjaar. Ik zag jou laatst. Uh, nee, juist, nu juist minder. Ik, ik heb dus juist omdat het. Uh, tijdens nog de lockdowns niet, weet je, toen was ik alleen. Ja. Uh, dus toen ben ik juist wat meer de kroeg ingegaan. En dit, dit jaar weer, het begin van het jaar, was het nog steeds wel kroeg heavy denk ik. Uh, maar daarna is dat gewoon een, een stuk rustiger uh, ja, geworden. ben niet meer vrijgezel. Nee, nou, dat helpt ook. Veel samen. goed. Uh, <laughs> nou, volgens mij zag je een foto op mijn <laughs> telefoon staan. Een heel plakkerig, een soort van de achtergrond van mijn telefoon. Ja, <laughs> dat kan niet zomaar, uh... Nee, nee, precies. Dus dat, uh, en dat doet ook veel voor, de, voor, voor mijn gemoedsrust in ieder geval. Ja, of of voor mijn, als, uh, als, als vrijgezel niet. Niet, niet een happy guy. Nee, is is niet mijn. Uh, uh, de, nee, dat voel ik me gewoon toch eenzaam of zo. En dat hoeft helemaal niet te betekenen dat ik dan elke dag uh, uh, met mijn partner of wat dan ook ben. Uh, uh, ook niet in, in voorgaande relaties. Maar, maar ja, ik vind het gewoon. Ik weet niet. Ik vind het rustiger in mijn hoofd of zo als ik niet. Ja, die single shit uh, moet doen. Ja. Dat is gewoon niet voor mij. Uh. En game jullie samen. Ze gamet wel. Ja, uh, ja zeker. En dat, eerst, en dat is ook voor het eerst. En het is ook voor het eerst dat ze uh, een muzieksmaak heeft die super uh, erg matcht. Ik ken haar ook uh, via dat. Um, dus dat is ook voor mij alle twee nieuw. En best wel heel tof om dat, uh, om dat mee te maken. Dus jullie zitten uh, een soort van punk te luisteren terwijl je. Uh, Ghost bijna. Of aan het spelen ja, nee, de Ghost of Tsushima moet ik er denk ik uh. nog laten zien. Uh, ze vroeg laatst. Uh, oh, ik heb, uh, al, ik heb Red Dead stukken gespeeld. Maar. Um, die wil ik helemaal spelen. Heb jij hem liggen? Dus ik die, zag die je in de chat vanochtend. Ja, precies. Ik heb mijn exemplaar al uitgeleend. Ah. Dus die ligt al bij iemand anders. Dus daarom had ik soort van: Heeft er iemand nog even een de red datje liggen? Dan uh, neem ik die even mee vanavond. is vet. Ja, dat is super leuk. Ik was. Uh, het is ook een game die, hem, uh, uh, die, die later nog voorbij komt. Maar Metal Hellsinger. Iets waarvan ik van tevoren helemaal niks had verwacht. Uh, maar er zit metal in. En nou, dat vindt ze dus ook tof. En, en dat, dat vond ik heel grappig. En dat was nog een beetje in, toen het een beetje in het beginstadium was. Dat ze een soort van die controller oppakte. En gewoon een, een shooter ging spelen voor mijn neus. Nou, dat vond ik heel vet om dat uh, vet. te zien. Ja. Nooit gehad. Het vet, gefeliciteerd. <laughs> dat, Gefeliciteerd uh, <laughs> met, een, met een vriendin. Ja, nee, precies. Nee, ik, ik weet nog wel dat het in, in voorgaande uh, gesprekken... of voorgaande eindejaarsdingen... ging het daar dan vaak juist over... maar op de, 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 de depriek kant van, uh, van dat verhaal. Zeg nee, maar. ik weet dat wij een hele... Asia roadtrip uh, weg zijn geweest... toen het net uit was met je vorige vriendin. Dat je echt fucking depressief daarvan was. <laughs> ja. En dat dat gewoon... Ja, dat is ja. gewoon kut. Dat is gewoon een kutperiode. Ja, dat, uh, ja precies. Nee, dat, dat, dat heeft toen inderdaad veel... Uh, dat, 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 ja, dat, ben ik wel veel, veel van, me, van me gevraagd of geëist of wat dan ook. Dat was gewoon heavy toen, inderdaad. Ja. Ja. En ook omdat uh, natuurlijk toen de. Of was dat, was dat inderdaad toen dat dat gebeurde? Want daarna gebeurde er ook nog een COVID en een beetje overlijden van mijn grootouders en dat soort dingen. Dus er gebeurde echt heel veel in die tijd wat gewoon niet lijp was. Uh, weet eigenlijk. je, misschien was het niet eens uit toen. Ik denk dat het... het ging gewoon al een half niet jaar boteren. Ging, Nee, precies. Boteren dan niet. Zoiets. Ja. Dat was wat er aan de ja. was, ja. Nee, nou, dus, Shout-out aan uh, de nieuwe vriendin van Jelle Kunst. Het is weten. gewoon uh, ja, ja mevrouw Kunst. Dat ja. <laughs> sounds weird. Ja. Nee, nou, nou, ja, zeker. Nu, kids? Mm. Kleine kunstjes? Nee, nee. Ze is nog wat jonger. En uh, uh, dus uh, daar, daar denkt ze nog niet, uh, niet aan, denk okay. ik. En uh, ik, ik, sinds mijn ex wel, maar dat, dat heeft geen haast of zo. Dus dat. Uh, uh, ja, je ja. weet het. Niet. Nee, je ja, weet het niet. Dat zou ja. wel leuk zijn. Uh, Zeker. Ja, nee, nee maar, dat ik. Ja. Ik had daarvoor, had ik, had, ik er, had ik er nooit echt over nagedacht. Ik zei, het zo, ja, het maakt me niet zo heel veel uit als dat gebeurt. Of het gebeurt of niet. Uh, maar ja, door mijn ex, dat, dat, die had dat wel. En toen is dat bij mij op de een of andere manier ook wel aangewakkerd of zo. Dat was heel weird dat ik toen dacht: van, ah oh, ja, ik snap het eigenlijk wel. Als je elkaar heel erg tof vindt, dat je dan. Een mix van maken wil van, 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 van jezelf en diegene die je zo tof vindt. Ja, een uh, soort van je leven is nog leuk. Dan denk je van, wat kunnen we verzinnen om het minder leuk te maken? Is, Laten we kinderen gaan maken. Ja, dat we. eigenlijk wel, maar ja. het is gewoon biologisch. Dat is, dat is gewoon, denk ik, uh, het is biologisch. Maar het is ook een soort, net als een videogame, dat je het wat moeilijker maakt. Dat je een soort van. Je introduceert een, ja. een nieuwe obstakel. Ja, uh, inderdaad, ja, misschien. Ja. Ja. Nee, maar daarom. Dus ik heb er ook zeker geen haast mee. Ja, dat uh, kan, kan nog ja, kan komen. Ja. En misschien wil ze het uiteindelijk wel niet. Dat Werkt ja. uh, dat kan het goed met, met. Ik bedoel, je bent natuurlijk gaan freelancen al een aantal jaar terug. Ja. En uh, je zit twee dagen in de week hier bij Gamekings en je bent uh, drie, tenminste drie waar ik nog wel meer uh, dagen bezig met uh, allerlei freelance klussen. Ja. Is dat je ja, valt ik, dat? Ja, juist heel erg tof. Uh, toen, 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 uh, we, nou, toen ik dat inderdaad een paar jaar geleden uh, had besloten om dat te gaan doen, toen zei ik al van nou, ja, ik wil nog steeds wel hier over de vloer komen, omdat het gewoon heel tof is. Um, en dan werk je af en toe voor corporate dingen of wat dan ook. Of ik moet wel zeggen, ik heb best wel geluk, denk ik, met, met de klanten die ik. Uh, ja, waarmee ik in contact kom en dingen uh, voor doe. Ik heb, ik heb nog nooit, ik heb nooit echt dat ik denk van, oh, Jesus Christ, het is echt een very shitty uh, job. Weet je, ik heb, als van, ik heb nog geen bedrijfsfilmpjes voor de bakker op de hoek hoeven maken, gelukkig. Oh, weet je, okay. dat soort dingen. Um, dat, 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 dus het zijn altijd wel, wel leuke klussen. Maar alsnog is het voor corporate en, en, en worden er met hele andere ogen gekeken. Echt veel meer, weet je, de marketeers die er allemaal van een afstandje, soort van, oh, maar dit moet nog zo en dit moet meer zo. Ja. Um, Terwijl we hier carte blanche hebben en gewoon echt ons eigen ding uh, kunnen doen. En hier en daar hebben we natuurlijk ons eigen, nou, weet ik veel, van, van, nou, dit, is, dit is niet, 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 niet tof of, of wat dan ook. Onze eigen uh, um, regels of, of, of wensen die we onszelf opleggen. Maar dat is, we kunnen hier doen wat we willen. Ja. En nou, ja, dat, dat heb ik in, de, in, de, in die paar jaar dat ik, dat ik op die manier freelance nog niet op die manier meegemaakt. Dat je zoveel... Vrijheid hebt in wat je kan creëren. Is zeg maar. ook wel dus. uniek, eigenlijk, denk ik. ik is, denk. Het, is het ook, en daarom is het ook zo tof. Dat, ja. uh, dus de, en daarom, maar ik moet ook wel zeggen dat ook dat werd na, volgens mij werkte ik er toen vast twaalf jaar, of misschien werd ik later tien jaar, zijn het nu veertien, ik weet het niet precies meer, maar um, volgens mij hebben we dat ook wel eens vaker gezegd, ook de, de, de vetste baan van de wereld wordt na tien jaar, is gewoon routine. Tien jaar sushi is ook maar gewoon vis. Precies, Zoals... ja. En op een gegeven moment komt de sushi je mol, je, ne je, je, je neus uit, toch? Ja. Dat, uh, dus, dus, nou ja, dat, dat maar. Daarom is het heel fijn om misschien dan twee keer in de week nog wel sushi te eten als je als sushi zo leuk vindt. Ja. En misschien niet zeven keer of, of vijf keer in de week. Dus dat. dat uh, ja. En, bevalt... en wat, wat vind je de leuke dingen bij, uh, bij Game Kings? En wat, vind je de, uh, ja. wat zijn de dingen die, die, waarvan je blij bent dat je dat niet meer hoeft te doen? Oeh, nou, ik, ik, ik moet zeggen dat de. Toen ik. Ja, dat is heel moeilijk. Dat is heel dubbel. Omdat, bijvoorbeeld, wat ik, wat ik lastig vond altijd is. Om, omdat op een gegeven moment ben ik steeds meer van. Ik was natuurlijk eerst editor. Ja, toen ben ik gaan filmen. Toen ben ik gaan regisseren. Toen ben ik op een gegeven moment. toen Dennis wegging ook een beetje gaan produceren. Dennis deed productie en en redactie. Nou, toen hebben we volgens mij Shelly vooral aangenomen voor redactie. En ben ik veel productie gaan doen, vooral voor tv. Um, aan de ene kant is dat die, die constante. Weet je, noodzaak om te presteren, elke week die aflevering uh, inleveren. Ja. Daar ga ik heel goed op. Ik hou heel erg van deadlines. En zonder deadlines, en dat merk ik ook in mijn, in mijn, in mijn freelance leven. Als ik niet een, een strikte deadline is, of die deadline is pas over twee weken, well, dan, doe ik, dan, dan ga ik niet zo hard. Ja. Dus ik heb echt deadlines nodig om, 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 om te presteren. En dat was daaraan heel chill. Maar wat ik, wat ik, wat ik minder mis. Is, is het echt het, het regelen van, van, van dingen met mensen. Weet je? Dus als je op, op mensen. En af en toe dan doe ik nog wel eens. Maar dat was vroeger. Was dat elke week. En nu doe je dat. Voor, nu doe ik dat bijvoorbeeld voor de DSA. Weet je? De Dutch Stream Awards. Ja, of ja, nee. Voor een tripje. Als ja. je op trip. Ben ik letterlijk de mommy. Ja. Ik, moet, ik zet de wekker voor iedereen. Weet je? Dat voelt op dat moment. Voelt dat soort van. Ja, er, er moet iemand te doen. Dus, en ik ben ja, daarin gegroeid. Dus ik Opgestaan doe dat. En dat uh... Nou, ja, nou ja, maar ja, het is meer gewoon van. Ik had. Ik had al zo vaak tripjes meegemaakt met Dennis. En ik was toen al van de editing. Dus ik was niet de hele tijd mee. En, en wat dan ook. Dus ik had dus ja, Oké, okay, ik heb gezien hoe dat moet. Dus ik, ik doe dat wel. Maar ja, dat soort dingen zijn in principe niet mijn favorieten om de mammy te zijn. Dat je, het is heel lekker om gewoon mee te gaan. En nu moet je even dit doen. Nu moet je even dat doen. Dat is een soort van luxe die je hebt ja. als een soort van presentator. En ik ben ook wel benieuwd of ik die rol. Uh, stel, Jui verzint een of andere toffe trip. Ja, dan ga ik er misschien ook wel een beetje kijken of hij, of hij dat kan doen. En dat ik misschien een keer mee kan als alleen de presentator of zo. Ja, ja. Dat vast niet, maar... Uh, ik denk ook uh, niet dat dat kan, eerlijk. Nee, nee, nee want dat is ook, ik, is, ik ben het zo gewend waarschijnlijk. Je kan dat... niet meer een junior rol gaan spelen nadat je dat uh, ooit nee, al gezien dus Nee, want dat is dus wel... Af en toe moet ik hele ja, stomzinnige juniorachtige dingen doen soms... voor, voor, voor mijn voor, voor freelance dingen, weet je. Banners maken. Is helemaal niet een, 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 een intellectueel interessant ding. Uh -huh. Maar ergens vind ik dat ook heel fijn. Dat je gewoon een soort van een, een, ja weet je, het is bijna lopende bandwerk. Je zet je mind uit. Je zet een mooi muziekje op en je gaat gewoon. Weet je, ik hou wel van ik hou van in in zo'n workflow zitten. Ja. Um, dus dat, dat uh, vind ik dan daar weer fijn aan. En ook gewoon de, de, de variatie in. Ook al is het voor soms corporate dingen. En moet er nog een of andere mierenneukende uh, dude met een heel snel kapsel. er nog even overheen met zijn kritiek. Uh, en of dat nou wel of niet goed is, dat soort mensen hebben heel vaak gewoon de. de, de, de ze, ze moeten van zichzelf, of misschien zelfs wel van hun baas, ze moeten er iets van vinden. Ja. Wat heel irritant is. Maar dat, heb, dat kan ik uiteindelijk. En dat is ook heel grappig, omdat GameKings is, is van ons. Dus als er mensen dan kritiek op hebben, dan voelt het alsof ze. Weet je, 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 je zeggen dat je baby lelijk is. Ja, ja. Dat soort shit. En dat, 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 dat kan je niet hebben. Maar als je iemand anders baby. Soort van aan het opvoeden bent dus en iemand zegt van nee, weet je, dan dan, dan maakt het dus dat, dat vind ik dus ergens helemaal niet erg dat er dan een of andere marketingpick uh, moet zeggen van ja, nee, sorry, dit is dit is niet commercieel genoeg. Dan krijg je dan... vroeger tegen jou, tegen, tegen jou zei ik altijd van nee, als jij dan zei van ...nou nee, maar dit werkt niet hier en toen zei ik altijd en tegen Ruben en misschien ook wel tegen GE: tegen van oh je wilt neppe shit. <laughs> dat, weet je, dat soort van, dat was natuurlijk gewoon een soort van, dat, ik, dat, dat grapje. Zeg van. zeg maar... je dat ik kastitrant ben? Ja, <laughs> nee, maar, dus, en, maar dat, tegen, tegen dat soort mensen heb ik zoiets van, nee, maar het is ook eigenlijk, het is ergens, het is, het is jouw ding. Uh -huh. Dus prima, uh, uh, maak ik het zoals jij het wil. Daar heb ik echt heel weinig uh, moeite mee. Um, dus je maakt nu veel nep shit vooral? Nou ja, 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 ja minder uh, tof dan een AC Road trip. Dat is een, een, een uitzondering om, om dat soort content te kunnen maken. Um, de enige, dat is ook grappig. Ik was dus uh, op vakantie uh, tot en met een week terug, anderhalve week terug. En um, daar zag ik op een gegeven moment waren we aan het duiken. Uh, op een heel vet uh, afgelegen resortje in Noord-Solwestie. Noord en daar was uh, een, ja, een content creator. En die idee wat wij doen op de Asia Road roadtrip Gewoon vette stuff onderweg. Uh, uh, gewoon hun leven documenteren van, 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 documenteren van, van een digital zijn En had een YouTube-kanaal of zo. Sir, yeah. en, ja. En uh, YouTube-kanaal, een grote following op Instagram. De, daar van die videootjes. Maar die was gewoon aan het werk. Dat is heel grappig. En hetzelfde als wij een, een Asia Road roadtrip doen. Het is een fucking avontuur dat we meemaken. Maar stel je maar voor dat, dat, dat je dat maand in, maand of week in, week uit maand ja. in maakt. Uit. Gewoon, je ziet de hele wereld. Fucking amazing. Maar ik was daar en ik, ik deed een duik van een uur. Ik ging, uh, uh, weet ik wel even tussendoor even zitten. Ik ging genieten van, weet je, niks doen. Gewoon even om me heen kijken van naar de zee en naar de landerijen in de achtergrond. En daarna deed ik nog een duik en dan kwam ik thuis met de boot uh, en ging ik bier drinken. Ja. En voor de rest, weet je, met, met mijn broertje en mijn zusje lullen en met die mensen daar van het duikresort, omdat het toffe mensen waren. Ik, had, ik was op vakantie en zij was de hele tijd filmen drones de lucht in uh, en ze zat wel af en toe te praten met ons wat ook maar het was gewoon ze was aan het werk net zoals dat wij als wij een acer hebben, weet je, we zitten op de boot naar ze had drones nog helftjes. Ja, Zat een ja, ja. drone? Zeker, ja, maar dat werkt wel goed met duiken hoor. Op een duikboot zitten en een soort van een drone en wat dan ook. Dat werkte. Maar ze was de hele tijd bezig met het maken van. Net zoals dat wij ook, weet je, als wij op de boot van 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 Ko -Chang, of van, van van weet je, het Krabi naar uh, Kokut, uh, Kokut aan het varen zijn. Uh -huh. dat, en we zien daar uh, dolfijnen. Is dat ja. super tof? Maar we moeten dat wel filmen dan ook op dat moment. Want anders heb je het niet. Maar wij hebben geen droom bij ons. Ik bedoel, ik wel maar zeggen. Die nee, zeker niet. YouTubers van vandaag de dag zijn meer advanced dan wij. Uh, ja. ja, bizar. Ja, maar wij maken anders. Want dat is ook een ding. Als je dan kijkt naar die content. Het waren alleen maar pretty pictures. Ja. Vreselijk vind ik dat. Ja. Ik heb ook, dat is wel een ding. Ik heb gelukkig altijd de boot kunnen afhouden van, het, van after movies. Ja. Dat doe ik niet. Nee, het dat is niet wat kut. ik maak, weet je. Dus ja. ik ben er wel een paar keer voor gevraagd. Ik zeg nou, hier zijn betere mensen voor. En ten tweede is het, is het echt niks voor feel mij. Feel good want, shit. No. Ja, feel good shit, fake. Weet ja. je, een soort van... En nou ja, fake. Ook ergens zijn de plaatjes mooi, want het is daar mooi. Ja. Maar ja, het ziet er prachtig uit. Maar zij is de hele tijd fucking aan het werk in Paradise. Ja. En dat is aan de ene kant super vet om dat te kunnen doen. Maar aan de andere kant zag ik dat nu een keer van, van, van een afstandje... Ja. Als vakantieganger, iemand de hele tijd op zo'n trip aan het werk. Want dat, eigenlijk is dat gewoon een, een trip van maanden. Ja. Nou ja, dat was, wel, dat was wel fijn om te zien. Het was ook heel grappig dat ik voor het eerst sinds heel lang um, op vakantie was. Nou, misschien is dat niet helemaal, maar ik wilde zeggen dat ik op vakantie was en niet het gevoel had dat ik aan het werk was. Maar dat tempo-verschil, hè? weet je nog toen jullie naar Vietnam waren en daarna naar. Uh, uh, Thailand, Thailand, een week ergens op een eiland ging zitten. Ja. En toen had ik al zoiets van: maar je gaat vanuit de, de snelheid van die, pro die productiestress, ja. ga je proberen vakantie te vieren. Dat gaat niet werken. Nee. En, te, en dit wat jij nu beschrijft, is wat ik toen misschien probeerde te zeggen, is van zij is onder hoge druk. probeert ze, produceer ik, produceer, ik produceer, ja. en ze ging het ook van die shit. Maar het is gewoon tempo, tempo, ja. tempo, tempo. tempo. Ja. En jij hebt gewoon zoiets van, ik zit oh. gewoon even lekker. Ja. En dat uh, die nee, twee dat dingen gaan heel... niet samen. Ja. Nee, nee, precies. Dus dat, en dat, maar, maar ik heb dus heel vaak wel op vakanties gehad. Dat ik, dat, dat, dat ik die, die, die druk om dingen te doen, maar echt op een bijna een contentachtige manier, ja. nog steeds voelde. Uh, ook, ook weet je, ik ben met mijn ex toen in, in Indonesië en in, in Maleisië en wat dan ook geweest. En ik had de hele tijd het idee: van, ik moet wat doen? Ik moet, ik moet wat gaan we vanmiddag doen? Waar gaan we eten? Ik was de hele tijd bezig met in mijn hoofd misschien ergens de vakantie produceren. Ja. En uh, nou ja, dat, ik ben nu zo lang niet op vakantie geweest. Dat was echt drie jaar ook eigenlijk sinds dat ik ben gaan freelancen, volgens mij, omdat ik gewoon zoiets had van. Ik God, no time for that. Ik moet werken. Ja. Uh, maar dat ik, dat ik nu dat het zo uitkwam uh, dat, dat het wel kon. Maar en dit, dit ik vind wel, gewoon is gewoon een chillen. Jij, jij bent naar Indonesië geweest met je broer en je zus. En jullie zijn het geboortedorp van je opa. Op Stad, dus ja, Jakarta hoor. Oh, Jakarta. Oh, ja. sorry. Ik dacht dat ik. Nee, het was Jakarta. Ik dacht gelijk een dorpje in de berg. Nee, nee, nee. nee, nee. Dat, uh, wel, de rest van de familie is, is inderdaad ook op andere plekken. Java en Borneo geboren. Maar uh, um, hij uh, echt in Jakarta. Maar we zijn wel naar het ziekenhuis geweest waar hij. Uh, uh, geboren is. Vet. Het ziet er natuurlijk helemaal anders nu uit. Helemaal modern en wat dan ook. Het was grappig zelfs. Het was heel vreemd. Want er zat een Starbucks en een soort van entertainment area in het ziekenhuis. En toen had ik Ik snapte dat niet helemaal. Toen ben ik erover na gaan denken, toen Ik denk dat het is omdat ja, niet alles in dat land is super strak geregeld. Ik denk dat je daar s'morgens naar binnen kan gaan ja. en zegt ik heb dit of ik weet niet wat ik heb. Kun je er naar kijken? En dat ze dus dan op zeggen van Vier uur hebben we tijd. Ga maar in de Starbucks <laughs> zitten. Dat idee kreeg ik ervan. Waarom dat dus? Want het was, het was bijna nice. Okay. Die, die, die aula. En wat, het was heel vreemd om Saam daar te hier zijn. Moeten. Ja, je moet het doen. Ja. Gewoon een reisels. Starbucks en, ja. en, een, en een weet ik veel, er was letterlijk een, een, een bewijs van een Subway, was een family mart zat er en gewoon, je, er stond een tv aan uh, uh, in, de, in de aula. Het was heel, heel apart. Misschien kwamen de... er ook wel gewoon mensen met geld. En dan... Nou, dat, er... het was inderdaad ook wel, het was een, nu en het werkt nog toen ook wel, want het was natuurlijk, mijn opa had toen al een rijke familie. Uh, dus dat, en dat is misschien nog steeds dat het inderdaad een wealthy uh, ziekenhuis was. Ja. Maar je hebt niet een, 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 een rest en an een entertainment area. Als je gewoon uh, naar binnen komt en tien minuten later je afspraak doet en een half uur later weer buiten staat. Want dan heb je dat niet nodig. Dus, nee. Ik snapte het niet helemaal, maar het was wel grappig. Wat een LA-parking uh, is, heb je uh, je Indonesische roots gevonden? Uh, nou ja, dat was dat wel een beetje, zeg maar, dat ik daar was. Uh, uh, het is ergens natuurlijk heel stom omdat dat, ja, het is de plek waar je op... en het, het hele ziekenhuis was veranderd. Maar het was letterlijk gewoon het fysieke, de area waar hij ooit geboren is. Dus dat voelde wel, wel heel tof, inderdaad. Ja, dat, uh... En voor de rest roots, ja. Uh, nou ja, ja. Kijk, we zijn, dat, dat is wat ik daar heel erg... Uh... Ik, ben, ik ben best wel zen. Ik ben nu even druk, omdat ik een hele dag al gepraat heb. En, uh, uh, dus nu zit ik zelf op de praatstoel en dan... Bloop bloop, dan gaat het wel. Dat heb ik eigenlijk altijd wel bij die interviews. Maar ik merkte wel dat het daar al, en toen ik terugkwam, ik ben best wel, uit, ik ben echt uitgerust. Van een maand na drie jaar, niet op vakantie, na een maand lang daar. Ik heb wel echt het opgezocht ook om te chillen. En je bent daar in een heel mooi land, dus soms voelde het heel zonde om gewoon aan het zwembad of weet je. Maar ja, dan had je nog steeds een fucking mooi uitzicht op de jungle en wat dan nou ook. Om daar even een dagje daar te besteden. Gepuzzeld, weet je, al dat soort shit. Um, dus ja, ik ben wel heel, heel uh, rustig uh, eventjes op het moment. En dat is ook wel iets dat ik daar heb, heb opgepikt. Hun tempo is heel anders. En dat heb je natuurlijk altijd in, in tropische landen. Uh, maar als je dan terugkomt hier. Is het de hele tijd soort van dingen doen, dingen doen, dingen doen. En weet je, de rust. Of de rushen door het verkeer. En mensen, weet je. Het zijn altijd druk hier. Daar is niemand druk. Iedereen is zoiets van, nee, maar. En ik, ik heb dat dus, dat had ik in COVID. En ik, ik heb dat sowieso ook. Ik, heb, ik, ik voel mezelf wel eens lui in het leven dat ik denk van ja maar wat doe ik nou op soms als ik een dag weet je weinig freelance werk te doen heb en ik ben niet hier bij Game Kings dan denk ik om een uur of één soort van mijn wekker gaat altijd rond een uur of half negen negen uur dan denk ik rond een uur of één ja wat zal ik maar eens iets gaan doen en dan ga ik denken van wat maar wat heb ik dan drie uur hiervoor gedaan ja een beetje aankutten weet je gewoon een beetje, beetje ja, ik, ik kan het niet, ik kan geen visie of weet je letterlijke voorbeelden van, ik heb dit, ja, weet ik van misschien even de was, maar ook gewoon eventjes een koffietje gezet, even een half uurtje Netflix schikken. weet je echt gewoon low tempo, relax leven. En ik, ik voel, voelde me daar wel eens schuldig over, omdat ik het idee heb dat in Nederland alles, pap, weet je, het moet nu en snel en weet je als je, waarom zou je de tijd voor dingen nemen? Want dat is hier niet heel normaal volgens mij. En iedereen daar deed dat. Als je dan, als ik dan, op een gegeven moment dan zit je vier, vijf dagen op één plek, en dan, omdat ik dus ook gewoon heel erg aan het chillen was, heb ik gewoon mensen geobserveerd. Wat deden die daar dan een dag? Nou ja, ik, ik denk, weet je bewijzen. Je kan het met, met, op één hand kan je soort van uitleggen, soort, nou ja deze vijf dingen heb ik, ze, heb ik ze zien doen. En dat was heel weinig eigenlijk. En toen had ik zoiets van, oh, maar dat is wat ik thuis doe en wat ik, wat ik me daar niet helemaal oké okay om voel, omdat ik het idee heb dat ik misschien meer moet doen. Dat is hier super normaal. Wat ik heel rustgevend, relaxed idee vond. van oké, okay, dus ik heb blijkbaar het tempo wat ik heb. dat is in andere delen van de wereld misschien wel normaal. Um, dat, dat is dus niet per se mijn roots. Misschien is dat mijn, mijn indo tempo. Dat ik. Dat ik, We dat gaan ik op vakantie gaan. Ja, nou dat, dat is ook een ding. Een soort van na een maand. En de enige, ik begon me dus op een gegeven moment wel te. te een beetje te irriteren aan uh, dat. datzelfde. van oké, okay, maar deze mensen die. die over het algemeen natuurlijk, hè. dat is echt natuurlijk stereotyperend, maar ik ben er wel een maand geweest en dan maak je alsnog wel veel dingen mee. Je krijgt er niks snel gedaan. Ja. Dat is ook heel vervelend. Weet je, als jij, uh, dat is grappig, op een gegeven moment praatte ik uh, met iemand van het Duikersort, de eigenaar daar, en um, dat was een, uh, een Egyptenaar. En, nou ja, die, die hebben ook een ander, ander werktempo. Dus hij zei van, maar dit muurtje hebben ze gisteren met z'n drie gebouwd, dat kunnen in een hele dag en het is nog steeds net niet af. En dat, hij zegt van in, in Egypte of in Nederland is dat waarschijnlijk binnen een halve dag door één iemand gedaan. Maar ja, ze hebben daar, ze, ze hebben niet het gevoel, ze, ze kennen het gevoel van rushen of moeten. Dit. Dat hebben ze niet echt. Dus alles gaat gewoon op, op hun eigen tempo en op hun eigen gemak. En dat begon me op een gegeven moment te irriteren. Want ergens is het ook niet efficiënt. Dus dan, en op een gegeven moment, ik weet nog, dat was nog grappiger, mijn broertje en mijn zusje waren nog nooit in Azië geweest. En het leek me dus heel vet om ze mee te nemen naar Azië. En een beetje cultuurschok. En uiteindelijk viel dat best wel mee. Ik had me echt voorgesteld, omdat ze daar nog nooit waren geweest. En dat ze kunnen best wel een soort van zich, weet ik veel, irriteren aan mensen. Dus ik dacht dat het een soort van idiot abroad zou worden. Weet je, die show met Ricket Face. Maar uiteindelijk viel dat wel heel erg mee. Maar de eerste dag dat we daar waren, even bijkomen uh, van de reis. Tief zwarm warm was het er natuurlijk. Dus een beetje door, de, door dat buurtje ge, ge, gestrompeld. En ergens op een gegeven moment bij het terrasje een biertje gaan doen. En op een gegeven moment zie ik mijn broertje kijken. En die zegt van, moet je nou kijken wat daar gebeurt. En daar werd gewoon een three-story building gebouwd. Zonder kraan. Hij zegt, waar is de kraan? Weet je, want normaal hier, weet je, heb je gewoon... Weet je, ja, tools, maar niet eens tools als in een soort van dat soort tools. Maar gewoon kranen en shovels en dat soort. Zeg, waar is en toen zei hij: die van, maar Kijk, er lopen daar vijf mensjes met stenen, één voor één, te sjouwen naar de andere kant van die lot. Om dat daar dan ergens weer op te bouwen, zonder schoenen. Dus dat was ook, hier heb je natuurlijk allemaal regeltjes. Van, je moet stalen neusen en een helm. Oh, kanker, sorry. En een helm op en, en dit en dat. En hij zei: maar ze, ze zijn hier stenen aan het tillen zonder schoenen. Zonder kruiwagen, zonder kraan. En dat was, dat was al een soort van, voor hem, een epiphany. Dingen gebeuren daar gewoon anders. Ja. En uh, dat was de hele tijd dat soort kleine dingetjes uh, die me daar uh, opvullen. Die in het begin heel grappig zijn. En op een gegeven moment later dat je denkt: van maar, dit is helemaal niet efficiënt. Op een gegeven moment waren we in een. In een um, uh, een krater, een vulkaankrater, waar, waar ze die zilver, zul, zul, uh, zwavel, uh, op, op en, en neer. gewoon van, letterlijk vanuit de bodem van de vulkaan wordt die zwavel gedolven of, of gemined en die moet dan omhoog. En dan lopen daar, nou, weet ik veel, op, op, op een drukke dag volgens mij 40 mijnwerkers met 60, 70, 80 kilo, hoeveel ze kunnen dragen omhoog. En dan word je per kilo betaald als je boven bent. In Nederland had er volgende week. Gewoon een, een, een karretje, gewoon bloep, weet je, met al doe je het met de hand, of er staat waarschijnlijk een machine. Maar er gaat een karretje omhoog, zodat er niet 50 mensen op en neer hoeven lopen. Ja. Waarom is dat er niet? Ja, daar heb ik ook een beetje gesprekken over gehad. Van, omdat dat de, de regering, dat land is zo groot. En er zijn zoveel. Nou ja, weet je, andere belangen per regio. En, en dit is een, een klein ding. Waar, ze, 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 ze ze letterlijk de hele tijd hadden ze het over de president. En niet over de, de regering, maar over de president. Van Ja, de president weet niet dat we dit hier aan het doen zijn op deze manier. En die heeft wel andere dingen aan zijn hoofd. Uh, dus de, en toen en, 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 zeggen ze. Dus Dus er komt niemand om dit te doen voor ons. Dus moeten we het zelf doen en wij hebben het geld niet. Dus we moeten gewoon omhoog lopen met die fucking shit. Ja. Dat soort dingen. Weet je, dat is, dat is heel vreemd. Dat je dan, en je mag daar volgens mij als westerling of als buitenlander uh, niet-indo, mag je gewoon heel uh, mag je daar niet veel dingen doen. Wat dan ook wel weer heel mooi is. Dat dat land zegt van je mag je geen huis kopen als je, als je niet Indonesisch bent of, of wat dan ook. Dus um, ja, super apart. Maar, maar heel veel van dat soort dingen. Ik begon wel, ik begon te wennen aan de, de warmte. Want ik ben niet een warmtemens. Maar uh, na die maand was ik daar net comfortabel mee. Toen kwam ik hier terug en, en het was dus min vijf. En ik, tot de, de dag van vandaag krijg ik af en toe de kou niet meer uit mijn lichaam. Wat ook heel raar is. Dus ik moet echt weer terug acclimatiseren. Um, maar ja, ik zat er wel. Ik had zoiets van: Jesus Christ. Ja, nu, nu, afgezien van dat er dus rond die maand dingen begonnen te wennen en te ergeren. had ik zoiets van: Ik zou nu wel juist inderdaad willen blijven en gewoon uh, hier uh, mijn ding doen of zo. Vet, uh. moeten we ja. een Asian roadtrip naar Indonesië doen? Ik denk wel dat, dat, uh, dat het een, het is wel een hele chille plek is om, uh, om uh, te zijn en content te maken. Ja. Dat, uh, en, en ook gewoon, de, de ik vond het. De, 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 het, de, ja, het land is super groot, dus alles duurt lang. Weet je, als het nou de trein is, of we vliegen natuurlijk niet, maar de trein of, of de auto of de bus, wat dan ook, dat duurt allemaal lang. Maar het is wel allemaal goed geregeld. het weet je, af en toe in, in Thailand of wat dan ook, wel echt kan puzzelen. Om... ik de een beetje. Oh, aan ja, de sorry. Dat, het, uh, dat, dat je heel erg moet, moet puzzelen om van A naar B te komen. En dat het heel onduidelijk is. We is het hier allemaal, allemaal heel strak geregeld. Zet. Dus uh, ja, nee, dat was heel tof om, uh, om, om te doen, überhaupt. Uh, Misschien te zijn. iets voor je pensioen? Ja, nou ja, in principe. Uh, 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 ja, dat is zo vroeg mogelijk natuurlijk ook, eigenlijk. Maar nee, ik, wat ik zou willen ooit, is dat ik gewoon. Het is natuurlijk idioot droom hoor, maar gewoon een paar weet ik veel, een hutje, een blokhutje heb daar, een blokhutje in Scandinavië en misschien hier ergens een fucking een of ander klein kut, kuthuisje. En dan ik gewoon denk, waar heb ik nu trek? Weet je, heb ik trek in de jungle? Heb ik trek in, want veel van mijn werk van dit werk wat ik nu doe, kan ik ook wel remote doen. Um, ja, waar heb ik nu zin in? Weet je, hutje in Scandinavië, hutje in de jungle of uh, uh, even in Nederland om wat te maken. Nou. Is ook wel een ding natuurlijk, remote werk is heel populair geworden de afgelopen ja. Vijf jaar of zoiets. Nou ja, veel kijk, dit, uh, deze, dit studiowerk. Ja, we hebben dat in COVID natuurlijk gedaan via uh, calls. En je kan deze mic aansluiten thuis, of, of dus meenemen. Dat kan wel, maar de dynamiek is anders. Weet je, via een camera praten is echt minder tof. Um, dus dat doen we zo min mogelijk. Dus ja, GameKings werk is dan, gewoon, is dan lastig. Tenzij je daar meerdere mensen hebt en dan hetzelfde wat we hier doen, maar dan daar natuurlijk doen. Dat, ja. dat zou wat anders zijn, maar. All mijn andere werk dat kan ik ook wel via calls en 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 gewoon daar op de laptop uh, doen, inderdaad. Ja, Grammig en er zijn de het. mensen die ik ken die doen dat ook daar. Letterlijk ja. in Bali, weet je dat is, vond ik dan weer wat minder omdat het is dat is nou, echt echt Amsterdam in de jungle. Weet je, nou nee, wat de 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 avocado toast, dat 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 je dat raak je nog eerder dan een scooter oh. uh, of een, of een, weet je overal en nergens en uh, uh, zie je. De meest idioot vette dingen op, op, een, op een brommer geladen, weet je? een soort van nou ja, de, de, vijf kubieke meter kroepoek. Daar. En, en daar zijn het echt alleen maar dozen met avocado's en allemaal juppe, juppe dingen daar. Het is heel weird om dat in, in zo'n land te zien. Dat het ineens soort van overal is het nou ja, best, wel, best wel authentiek nog, vond ik. Weet je? Je, je, ik vind heel veel dingen daar, wat je bijvoorbeeld in, in Thailand hebt, soms, dat je, je ziet deze plek is ingericht voor toeristen. Ja. En dat is daar natuurlijk, weet je, de, 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 heb je dat overal, want een resort is niet voor locals, want dat kunnen ze niet betalen. Maar het is niet dat er, dat er weet je, een, een strip, prf, de promenade voor locals. Nee, dan is er één, uh, of sorry, voor, voor, voor toeristen. Nee, dan is er één tentje wat er fancy uitziet, dus dat is waarschijnlijk voor de toeristen. In Bali is het alleen maar dat, is het wel alleen maar promenades en, en drukke straten en, en dat soort stuff. Dus um, ja, voel ik helemaal niet charmant om daar dan te zijn. Of Vond je zo. Java... Toffer dan Bali? Nee, ja, zeker toffer. Omdat dat gewoon wat minder toeristisch, als in ander soort toeristisch, niet maar dat super juppige. Druk. Nou dat, ik vond het, uh, voor, voor hoe groot en hoe, hoe groen alsnog dat eiland is, het is heel dicht bevolkt. Dus je, je kan daar niet, ik stond op een gegeven moment op, op nou ja, ik stond voor die ene vulkaan die, die een week later, uh, dus twee weken terug denk ik, on, weet je, uitgebarsten is. Uh, daar stond ik een week, uh, daarvoor stond ik er, nou ja, ben ik wel vijf, zes kilometer vanaf, denk ik of zo. Um, en daarbovenop die vulkaan kon je gewoon naar beneden en er lag een stad, weet je. En, en dus, maar je denkt van, dit is in de jungle en, en inheems en weet je, ik ben echt op een hele uh, remote plek. Maar dat, dat, nergens op Java heb je het gevoel, natuurlijk zijn er wel plekken hoor, maar over het algemeen vond ik dat heel erg... Um, ja, bebouwd inderdaad, druk uh, ja. uh, en, en, en niet... Uh, want uh, op een gegeven moment zijn we naar Sulawesi gegaan. Daar heb je gelijk al een hele andere vibe. Dan, dan heb je zoiets van, oké, okay, maar dit is echt een, een bergweg naar het volgende dorpje. En hier is even niks. Ja. Um, dus dat vond, ik, dat vond ik nog veel toffer. Uh. Het is een van de zo. weinige keren dat je op vakantie bent geweest zonder dat je geïnspireerd werd door een videogame. Volgens ja, mij. Klopt, ja. Nee, nu was het dus inderdaad. Ik denk eigenlijk zelfs door de dood van mijn opa, maar uh, um, dat, dat mijn zusje en mijn broertje ook gezien. Van, uh, nu, 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 nu zijn we eigenlijk wel een beetje klaar voor kijken waar hij dan geboren is en de eerste 15 jaar van zijn leven heeft gewoond of zo. Uh, dat was wel. Uh, uh, dat was dan nu de aanleiding, uh, denk ik. Uh. Tof. Geen videogame. Nee, precies. Hé, hey, eh. Um... Game Kings, je hebt uh, dit jaar uh, Nerd Culture met Koos uh, Nieuw Leven ingeblazen. Ja, dat was vorig jaar al, denk ik. Maar... Ja, was dat ja, vorig ja. Jaar? Nou, ja, laat ik zo zeggen, moet... dit jaar is het dan ook als podcast... Nee, het was natuurlijk altijd al een podcast. Het is, het is gewoon gaan werken dit ja, jaar. Ja, het is meer gaan groeien. Uh, Koos, die, die heeft natuurlijk... Uh, ja, bepaalde dingen bedacht of stappen ondernomen, bijvoorbeeld niet meer op het podcastkanaal. Van, weet je, Nerd Culture had altijd al, toen jij deed, ook een los podcastkanaal. Maar toen zetten we het ook op Game Kings, omdat we dachten van ja, niet iedereen vindt dat Nerd Culture kanaal. En toen was het misschien ook nog niet groot genoeg om dat de mensen dan daadwerkelijk los naar dat Nerd Culture, uh, podcastkanaal gingen. Nu is dat het wel. Want, en toen heeft coach ook gezegd: van misschien moeten we dat niet meer splitsen. maar moeten we het puur en alleen daar doen. Ja. Um, en ik denk ook dat je door meer beluisterd te worden. omdat je dus dat niet meer die doelgroep splitst. Um meer in algoritmes terechtkomt, dus dat je bij de, in de recommended's wat uh, dan ook. En ja, ik denk als je je hij heeft op een gegeven moment uh, de spotify wrapped. heb je ook, dus voor uh, um, ja, je je kanaal, zeg maar, als als, als platform of distributeur of media-outlet. En toen zag je echt wel inderdaad, soort van een hele groeiende lijnen, plus 600-procent nieuwe luisteraars, weet je dat soort dingen. Dus um, ja, dat is gewoon super goed gegaan uh, dit jaar uh, en ja, het is. Weet je, hetzelfde als wat, wat, waarom het leuk is om gamekings te maken, omdat het gewoon heel vet is om over iets wat je heel tof vindt content te maken, zoals je dat zelf wilt. Ja. Um, en we hebben, weet je, nog dat we op een gegeven moment hebben wij toen in 2012 was het volgens mij dat logo gemaakt met kings en dan daarboven was game en dat kon veranderen naar iets wat we op dat moment nodig hadden. Weet je, of het nou sneakers was of of, of een of een roadtrip kings, weet je, dat soort dingen. Um, dat, toen waren we daar allemaal bezig. Gamekings is natuurlijk altijd veel meer geweest dan gaming. Maar um, dat waren altijd wat losse dingen of zo. Uh, af en toe hier hadden we zin in een sneaker, af en toe dit. En nu hadden ze zoiets van ja, maar dit, dit was een vrij logisch vervolg van, van wat jij deed. En, en wat we vroeger ook deden met FilmKings. En op de een of andere manier, dat is ook grappig. Daar had ik het volgens mij met Koos of met Daan dit jaar over. Ik zei van het is grappig hoe vroeger Gamekings stoere kale getatoeëerde mannen waren met die toevallig de hobby videogaming hadden. Nu is het gewoon nu zijn we nerds. Weet je, nu zijn we echt we zijn toen was het gewoon weet je jij ja, rijdt auto stuk en dan moest je weer even gamen en en we, we sprongen uit vliegtuigen en toen moesten we weer even gamen en we gingen al dat soort dingen. Nee, nu is nu worden we enthousiast van van Star Trek, van piggerines. van comics en dat dat heeft nu veel meer een soort van dat is veel meer naar de voorgrond getreden. Uh, denk ik überhaupt Waarom gewoon in dat, onze. Ja, nou, ik denk omdat, uh, ja, tweeledig, omdat TV heeft een bepaalde mainstream saus nodig, spektakel als het ware. Dus deden we dat, spektakel, spectaculaire dingen, dingen die zorgden voor kijkcijfers of zo. Um, en dat was natuurlijk altijd in discussie met uh, met met producenten, een soort van, nou, het moet wel zo of zo een beetje zijn, want anders dan zijn we bang dat we misschien niet genoeg mensen trekken naar dit programma um, en op onze eigen uh, kanalen en juist ook omdat we steeds langere content zijn gemaakt echt op deze manier weet je je kan het je scherm uitzetten je kan het gewoon uh, luisteren um, denk ik dat het veel meer ruimte heeft gekregen voor onze diepere interesses of wat dan ook en misschien heeft dat ook heel lang geduurd voordat we comfortabel waren met het feit dat we dat soort van dat we cosplay misschien ook wel heel cool vinden en misschien hebben we dat wel leren leuk vinden. Weet je, dat, dat we het nu gewoon best wel serieus kunnen hebben over uh, Comic-Cons en de cosplay die daar. Uh, terwijl we dat vroeger Steven in een of andere gekunsteld pakken. Dat we nog niet helemaal wisten wat we daarmee moesten doen. Ergens wisten we dat het wel cool was. Maar misschien was het nog was het niet voor ons. En misschien is het nog steeds niet volledig voor ons. Want er is niet, niemand, niet, niet iemand van ons die. Hardcore van cosplay houdt of dat doet. Maar een keer naar een comiccon... con Weet je, verkleed als dit of dit. Nou, dat is dat. Is, vroeger zouden we dat voor de grap hebben gedaan. En nu hebben het van. Maar wat als dat wel leuk is om te doen? Weet je, dat we dat al veel. Dat we dat veel meer als een serieuze afweging. Uh, maken of zo, Dus bij nerdculture. Weet je, Daan en, 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 uh, en ik en, en Koos. Um, en ik denk dat dat ook is gewoon gewenning, toch? Dat je, dat je gewoon. Dat we, omdat we dat al zo lang meemaken. Dat het ook voor ons normaal is geworden om dat te doen. Net zoals dat het voor jou en de generatie weet je, die GameKings begonnen is, hadden ze iets zijn, maar videogames zijn normaal. Videogames zijn op een gegeven moment cultuur geworden en misschien ja. is nerd culture ook wel Precies, ja dat dan. en alle dingen. dus dit, Comics was, was dat vroeger natuurlijk, was al cultuur, maar dat was voor die guy, die ene guy, weet je, die, die, die witte zolderkamer. Ja precies, ja. die zolderkamer dude. Ja oké, okay, dat is ook grappig. Europese comics hadden dat stigma wat anders. Ja. Weet je, er waren ook misschien stoere guys die, 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 die stormlazen of, of wat dan ook. Um, dus dat is ook heel grappig. Maar ja, de nerdculture, de, 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 de cultuur, dingen die daarbij horen, zijn dus misschien inderdaad ook gewoon, nou ja, mainstream cultuur geworden. Dus is het voor ons ook minder gênant om in een cosplaypak te gaan staan of, of wat dan ook? Omdat ja. Ja, we zijn er, we, we we're used to it nu, zeg maar. Net zoals dat jullie vroeger, toen GameCube begon, zoiets hadden van: nee, maar videogames zijn voor iedereen. En het, het is normaal, het is nu een medium dat wij hebben meegemaakt vanaf de start, vanaf dat wij tieners waren. Dus. Voor ons is het niet, niet weird meer, zeg maar, of zo. En je hoeft het niet meer uit te leggen, denk ik. Mensen nee, snapten nee, dat. Ja, ja. 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 Hey, en staat Nerdculture ook uh, op YouTube? Ja, maar wel op het Gamekiss kanaal. Ja, daarom. Wat, wat vind je van? Podcasting, ben je zelf meer podcast gaan luisteren? Nee, dat is super grappig. Dat heb niet, ik hè? nog steeds niet. Nee, ah. ik, 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 ik probeer het wel eens. We hebben, dat, we hebben dat gesprek wel vaker. Ik probeer het wel eens. Maar elke keer als ik uh, een podcast opzet. of het nou ja, entertainment is. of, of, of uh, informatief of wat dan ook. Elke minuut hoor ik mezelf een keer zeggen. maar. naar muziek luisteren is toffer. Dus een soort van. ik kan het niet als twee. Een ik, ik, soort van ik kan. Um, muziek, dus gewoon dingen luisteren kan ik scheiden van dingen kijken en dingen kijken kan ik scheiden van videogaming, want dat zijn echt andere dingen voor mij. Maar als ik naar iets luister, dan het is het hetzelfde als een cutgame game spelen, misschien of of, of een cutgame game of een game die je liever niet speelt. Weet je, je bent helemaal weg van uh, Warzone, maar je vrienden spelen of 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 er wordt verteld dat je voor je werk dat je dat je uh, de, de, de team Deathmatch moet doen in, in de multiplayer. Dat Je denkt van de hele tijd van ja, ik zit dit nu te doen, maar. Ik speel liever Wars aan. En dat heb ik de hele tijd, als ik podcast luister, heb ik de hele tijd soort van maar muziek is lijper. Want het is iets dat ik luister. Dus voor mij is dat hetzelfde. Volgens mij, jij zegt dat en andere mensen zeggen van nee, maar een podcast is wat anders ja. dan muziek. Ja, want het een is muziek en het andere is gelul. Maar ik, ik luister ergens naar. En voor mij is dat één categorie: luisteren. En dan luister ik liever naar muziek. Wat grappig. Ja. Wat grappig inderdaad. dat. Heb je, wat heb je qua muziek ontdekt dit jaar? Hm. Ik ben weer wat meer um, punk dingen gaan luisteren, denk ik. Uh, ja, gewoon dingen, waar, dat is wel heel grappig. Heel veel dingen gaan natuurlijk in cirkels, weet je? En dus vroeger, toen ik 14 jaar was, toen luisterde ik punk. En het is heel grappig dat punk is een beetje veranderd. Uh, wel, dat heeft al meer, er zit gewoon wat meer variatie in. Um, maar alles komt in fases. Dus op een gegeven moment na punk ben ik naar hardcore punk gaan luisteren. Toen misschien wat meer naar metal en gaandeweg ook naar... Uh, is me, vroeger luisterde ik alleen maar dingen met gitaar. En nu is dat, uh, uh, is dat heel erg breed geworden. Het was Andere dingen met gitaar waren country. En toen was het bluegrass. En toen dacht ik: van nou, oké, okay, met gitaar wordt ook, weet ik veel, funk is ook gitaar. Of blues is ook gitaar. Toen ben ik steeds meer gaan luisteren. Van funk is het naar disco gegaan. Weet je? Dus nu luister ik echt best wel veel verschillende dingen. Maar dat is het ding. Ik denk dat ik in de laatste tien jaar weer zoveel nieuwe dingen ben gaan luisteren en ontdekken. Dat ik nu weer even terug bij het begin ben ofzo. En dus weer. Punk luister veel. Hoe ontdek je uh, nieuwe dingen? Spotify in dit geval. Wat vroeger altijd, weet je, was het, weet ik, dat je op SoulSeek en dan, dat je dan zag je bij een gebruiker waar je een album downloadde, dat je dacht van: oké, okay, dit is wat, dit zijn twee vette albums, dat ken ik. Dus deze heeft misschien, deze guy of girl heeft misschien een, ook een vette muziek smaak. Wat heeft hij nog meer? En dan ging je dat doen. Weet je, dat was een beetje, denk ik, na mixtapes in de 80s, zoals dit in de 90s, denk ik, een beetje hoe je via Napster of wat dan ook gewoon. Of je zag gewoon dingen staan in een kanaal. weet je, Het ja. metal kanaal. Dat je denkt, van, nou, let's try this. Uh, dat is hoe ik het deed. Weet je? Ik had niet de, 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 de magazines en wat dan ook heb ik. Of, of, de, of de dat heb ik nooit gedaan. Um, ik heb ook nooit naar blogs. Want je hebt nu natuurlijk gewoon alle vroeger magazines hebben we nu blogs. Nou ja, die worden goed bezocht en, en wat dan ook. Maar de, 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 ik heb dus nog steeds niet echt de ik heb niet, nog steeds niet platformen. Net zoals dat, je, dat ik niet naar podcast laat, heb ik ook niet media platformen waar ik geregeld op kom. Ja, Game Kings niet YouTube Instagram, ja, YouTube is alsnog is meer een ja, is wel echt een platform. Maar ik bedoel, meer van een, een uh, op, dat, op dat Game Kings het Gamekings kanaal op YouTube bedoel ik dan? Of dus, ik heb niet kanalen die ik op YouTube volg. Ik heb niet dat ik naar bla bla bla. ga elke dag of elke week. Ik ben nul trouwe bezoeker van, van iets zeg maar. Um, en behalve dus ja, Spotify, dus, dus de, de het algoritme van Spotify is voor mij zo spot on. Dat ik denk van oké, okay, maar dit is. Ik wist het niet. Maar dit is precies waar ik zin had naar, om, om naar te luisteren. En sterker nog, dit is mijn smaak en ik ken het nog niet. En, en, en dus dan favorite ik het. En dan, dan ontdek ik weer die nieuwe band. Ga ik dat hele album luisteren, is het vet. En dan krijg je weer van dat soort recommendations. Dus wat, de laatste drie jaar, echt alleen maar Spotify hoe ik muziek uh, uh, ontdek. Vet, wat grappig. Nou, ja, dat werkt echt heel goed voor mij. Ook een soort van: ja, het is nu. Je hebt dus, Het is een soort van langzamere punk. Het is geen indie-rock, het is geen punk. Maar er is een genre wat ik dus daarin. Het is een beetje dreamy, langzaam. Maar wel met fuzzy gitaren, zeg maar. Dat is wat ik dit jaar heel veel heb geluisterd. Tof. Dus je kunt niet meer zonder Spotify. Nee, nee, daar ben ik wel echt uh, uh, fan van. Ja, Ja, vet. Wat van vind van je qua, qua gaming? Hoe zag je gaming -jaar eruit? je ja. Ik dacht, uh, voordat ik uh, even research ging doen of het lijstje uh, weet je, van straks uh, ging maken, ik dacht dat ik heel weinig gegamed had. Um, en ik dus dat het een kutjaar was. Maar dan, weet je, ik heb natuurlijk ook de andere uh, interviews uh, gedaan. En dan merk je wel van, oh, wacht, er is eigenlijk inderdaad best wel wat uitgekomen dat, dat tof is. Of, of in ieder geval dat je voor, voor ieder misschien wel wat wil of, 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 of verschillende smaken. En toen ging ik ook kijken van oh, ik heb. In het begin van het jaar heb ik heel veel gegamed. Heel veel verschillende dingen, ook veel reviews. Dus dat is natuurlijk voor GameKings altijd al. Uh, um, of, of kan altijd al dat, dat je daardoor veel gamet. Dat je skate, die speelt elke week drie games. Zowel voor zijn streams, maar ook voor GameKings. Dat heb ik dan niet. Um, omdat jij ja, me gewoon wat minder bij reviews zet. En wat meer toepast bij, soort van nou, dit is wat jij graag speelt. of juist wat hij niet tof vindt. of waar hij de interesse voor heeft uitgesproken. Dat soort dingen. En dan heb ik gewoon in het begin. heb ik dan meer reviews gekregen. Uh, dus wel veel gegamed. En in de tweede half jaar. Ja, weet ik veel, ben ik weer meer misschien met muziek bezig geweest. met mijn vriendin. Uh, en uh, um, kwamen er. weet je, veel is uitgesteld. Dus kwamen er veel games. Uh, kwamen er niet meer uit en ging ik een maand op vakantie. Dus in die maand van vakantie heb ik echt drie of vier games gemist die ik heel graag wilde spelen. Hopelijk gebeurt dat nog, maar ik ken mezelf een beetje. Ik ben gewoon niet zo heel erg van de backyard lock. Wat is je favoriete gaming platform waar ik game doe? Ik denk dat het dit jaar vooral PC is geworden. Dat uh, 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 ik ik begin nu te merken dat ik ben niet per se een graphics hoer, maar dat mijn PlayStation 4 en mijn Xbox One ja, weet je, jij zei. Uh, uh, volgens mij, ik weet niet, nee, het stond niet in je top 10, volgens mij. Ghost of Tsushima, had je die? Uh... Ja, maar het is niet van dit jaar natuurlijk. Nee, maar daarom. Dus, maar, maar dat, uh, uh, die kan je nog prima op een PlayStation 4 spelen. Het is vet en het is ja. fijn. Maar ik begin een beetje die, die generatie-kloof daarop wel te voelen. Um, en die is er gewoon niet op PC. Uh, uh, dus, dus uh, ik doe dat dan op een laptop zelfs. Uh, maar ik heb een prima gaming-laptop, ook als werklaptop. En um, de meeste codes, dus die ik ook van je kreeg, waren of PC of, uh, weet je, Game Pass, uh, PC uh, uh, dingen. Um, dus ja, de me meeste zeker wel op PC uh, gespeeld. Vet. En ik dacht er, ik weet niet hoe ik erbij kom, maar ik dacht dat je een PlayStation 5 had namelijk. Maar dat, uh... Nee, ik heb, uh, de, 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 die van de redactie uh, Aha, uh, had, ik, had ik vaak mee uh, als ik iets wilde spelen en hij werd niet hier gebruikt. Ja, ja. Dan zette ik hem uh, thuis ook. Waarom we al dit, dit hele jaar hebben, zijn, we gewoon niet, zijn we niet meer opgesloten geweest, toch? Nee, 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 nee mocht er nee. gewoon. Dus ik dacht van misschien als, hij dan, ja, als we toch niet hier zijn, dan, is, dan kan hij daar lang blijven staan. Maar hij heeft er op een gegeven moment een paar weken gestaan voor, okay. voor uh, Horizon bijvoorbeeld. Zou je... 800 euro betalen voor een PlayStation 5? nee, en, en sterker nog, ik heb nu het geld en maar en dat zei jij ook en er, maar het is ergens een principe ding of zo. Dat is gewoon, het is niet charmant en, en en ik mis hem dus nog net niet. Ik zat er, ik zat er dus juist nu tijdens dat maken van het lijstje over te denken van nou, weet je, ik heb een goed jaar gehad. Het is uh, weet ik veel nu als je het kijkt, waarschijnlijk ergens de 24ste, zoiets. Um, moet ik niet nog eventjes. Ben ik wel 1200 euro aan die twee nieuwe consoles uh, stuk slaan? Tuurlijk. Ja, dat zou best kunnen. Maar dan heb ik ook wel zoiets van, ja, ten eerste, dit is veel geld en weet je niet, ook een lijpe TV. Dus dat is 2400 euro. En ja, ik heb zoiets van, het, 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 ik zit daar nog net niet of zo. Maar één van de twee keer toch kopen? Ja, ja, dan, dan, dan zou het een PlayStation zijn, omdat ik die PC heb. Dus de meeste Game Pass games wel kan spelen op de PC. Maar het is ook dat. Het is, in, het, het is gewoon niet charmant. Weet je, een soort van. Dit is ook. Ze zijn. Ergens, en dat, dat is heel grappig. Iemand heeft dat ooit een keer gezegd. Ja, maar het is precies hetzelfde als Game Kings. Het is een beetje. Ze, uh, ze zitten een beetje op een ivoren toren. Ja. Weet je, ze zijn gewoon. Uh, uh, een beetje ar arrogant in, in, in wat ze doen. En. Ik, ben altijd, ik root altijd voor de underdog. Weet je? En misschien is Microsoft helemaal niet meer de underdog, want die hebben Game Pass en die zijn daar echt mee aan is het de schoppen. Underdog, ja, maar, maar ja, ja, Xbox. Nou ja, dat. Dus dat is het met Xbox. Dus, maar dus ergens in het is een soort van: dat is mijn dat dat PlayStation dan nu gewoon een beetje heer en meester nog steeds is. Dat ik denk van nou. Ze zijn me niet makkelijk aan het maken omdat. omdat ze, zijn niet, ze zijn niet charmant bezig. Dus ik hoef het niet. of zo. Ja. Dat, uh, en ik mis het ook nog net niet. Want ik kan hem hier vandaan meenemen. Ik heb nog die PlayStation 4 waar veel nog op uitkomt. En wat, wat dus. speel je op, uh, op pc? Wat, wat, wat voor soort. Want jij was altijd heel erg van de strategie in de RPG's. En... RPG's, ja, dat, dat nog steeds wel. Ik moet wel. Ja, ik speel dit jaar heb ik wel veel uh, ja, wat, wat ander soort games uh, geprobeerd. Um, maar alsnog heeft het heel veel dingen te maken met open world. En dat genre is al een tijdje, ja, er gebeurt niet zo heel veel in. Er komen wel goede games in uit, maar ja, veel verandering zit er niet in. Maar ik heb gewoon iets tegen um, lineaire staf waarin me verteld wordt van, waarin overduidelijk is van je moet nu hierheen. En dat heeft zelfs een God of War, Weet je, dat soort dingen. Die, he, die heeft dat. Ja, ja. Ik, ik, ik vind dat dan. dan uh, en dat heb ik hetzelfde met, ik noem dat dan gameplay games, met dingen als Mario. Ik word dan constant herinnerd aan het feit van je zit op de bank met een controller in je hand uh, weet je, te proberen te springen op dat dingetje, op dat platformtje. Ik zit een game te spelen. Ja. En dat is niet waarom ik game. Ik wil in een andere realiteit zijn. En voor mij heeft dat heel erg te maken met het kunnen maken van keuzes. En dat is natuurlijk gaming, dus het is nog steeds gelimiteerd. Dus, ja, je kan natuurlijk in een RPG voor het, ja maar wat kan je dan doen? Je kan weet ik veel vechten en levelen en dit en dat. Maar weet ik veel, ik kan ook bloemen plukken als ik dat wil. Weet je, ik kan ook uh, uh, een klein beetje roleplaying-stijl inleven en uh, denken dat ik een kok ben. En weet ik veel, mijn huis inrichten met een, met een, met een stoof en, en weet ik veel dingen gaan. Weet je, ik kan, het kan. Je doet het niet zo snel. Maar die, die, nou ja, dat gefijnste misschien wel vrijheid, dat is voor mij genoeg om um, nou ja, om, om, om niet uh, te worden herinnerd aan het feit dat ik game speel, maar dus gewoon in een, in een realiteit te zitten, weet je, bijvoorbeeld een voorbeeld, Cyberpunk um, je, kan, je kan de auto in en je kan rond gaan rijden niet dat, het heel veel, dat er dan heel veel gebeurt, misschien gebeurt er trouwens wel wat, Het kan ook nog, of je komt ergens terecht in een shootout en je denkt van, oh dit is grappig hier wil ik, blah, blah, blah. ga je schieten en dan stap je weer in en je rijdt er verder, dus het kan zelfs, je kan rond gaan rijden, mindless en er gebeurt iets en um, in heel veel games is dat niet zo. En dan, dan is het gewoon zo duidelijk: van ja, je moet nu hierheen. Nou, en dat, dan, dan, dan ben je me een beetje kwijt. Tenzij er iets heel goed is, weet je, dat dan, dan kan ik het wel hebben. Maar die games waarin, waarin ik. Een game die ook zo langskomt, uh, Elite. Een soort van survival game, wat helemaal niet per se een goede game was. Maar die game gaf je elke morgen de keuze van: wat wil je doen? Deze missie, deze missie, deze missie of deze missie. Dit zorgt voor dit, weet je. Het heeft een heel klein beetje altijd weg van State of Decay. Maar dan minder goed en saaier of zo. Maar alsnog gaf het me het gevoel van... ik ben hier in controle van hoe ik de game stuur. Ja. En dat wil ik. Uh, en, 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 en anders dan, dan ben ik ja, een lineaire game aan het spelen... Dan, is het me soort van verteld van wat ik moet doen. En soms is het ook tof om gewoon ergens in een game te zijn, toch? Net als dat het tof is om in Indonesië op een toffe plek te zijn zonder iets te hoeven doen. Precies. Gewoon, ik, heb, ik heb zeker een dag of vier besteed om gewoon letterlijk zo in een stoel te zitten en te kijken naar de jungle. Ja. Dat is wat ik doe op vakantie vaak. Als ik niet aan het duiken ben of een hike of, een, of, of lekker aan het eten of wat dan ook. Dan is dat letterlijk wat ik aan het doen ben. Gewoon zitten en kijken naar een landschap dat ik niet ken. Ja. En dat is hetzelfde. Dat is ook escapisme, denk ik, ja. Vind je dat er nog genoeg... Van dat soort games gemaakt worden? Ja, nou, ik, ik, ik denk heel erg dat dat, dat, dat um, net zoals bijvoorbeeld ja, Battle Royale is, het misschien niet een goed shooter gameplay is een heel goed voorbeeld. Of RPG-elementen. Op een gegeven moment zijn, is een shooter mechanic, het is niet per se meer een shooter, maar je speelt een game, destiny, bijvoorbeeld zoals Koos altijd zegt, maar ook bijvoorbeeld Bioshock. Je speelt een avontuur en de main mechanic is schieten. En ik denk dat dat. Er worden nu nog steeds, denk ik, te veel open world games gemaakt. Omdat uh, dan het doel is de open world. En daar kan je ook in doorschieten. Kijk naar Assassin's Creed. Weet je, dat is iets wat per zang een, een, een open world game is. Maar dat vond ik voorbij schieten in die openheid. Ja. Want het was gewoon, ja. Het was meer een soort van: We hebben hier een heel mooi groot Engeland. Wat eigenlijk best saai is, maar gemaakt. En uh, je kan hier een aantal dingetjes in doen. Zoek het maar uit. Uh, de, daarin had ik ook niet het idee van: oké, okay, ik kan hier heel erg een, een verhaal gaan opzoeken of wat dan ook. Nee, het was altijd pak je paard, schop iemand dood. Weet je dat, dat, dat vond ik helemaal niet interessant. Um, dus er worden nog misschien te veel games gemaakt die dat open world principe gebruiken. Als zijnde: dit is het genre en we kunnen daar heel veel content, dus zijn mensen lekker lang bezig met onze game. Maar het moet, en het wordt denk ik ook steeds meer wel een mechanic. Uh, uh, het open world principe. Dus gewoon een zandbak. Net zoals GTA eigenlijk altijd al is. Weet je, het gaat in GTA: gaat het niet om de, de open wereld game. Nee, het is een vet verhaal in de game. En de, 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 de game-wereld is toevallig open world. Ze hebben niet de setting eerst bedacht. Nee, ze hebben niet eerst bedacht: we gaan een open world game maken. Nee, we gaan ja. een. Vet, vet verhalende game maken en waar speelt het zich af? Nou ja, laten we, laten we maar ook mensen de vrijheid geven om door LA te rijden of ja. door New York te rijden en dat is heel tof. En, we en hebben dat bij GameKings toch altijd wel? Ja, ja. eerst de setting verzint dat het niet werkt. Ja, nou ja, als het ja, precies. En daar hebben we altijd discussies over. Een soort van ja, maar we hebben nu eerst de reis bedacht en niet de reden. En ja. en en en, en, en je hebt helemaal gelijk en dat dat dan de, je moet eigenlijk als je eerst de reden hebt en dan de reis erbij verzint, dan is dat altijd beter. We hebben bij GameKings wel vaak de discussie oh maar. Ook als we eerst de reis verzinnen en daarna de reden, is het nog steeds toffe content. Maar dat, 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 dat voelt dan meer als een gamble of zo. Eh, om, dat, om, om maar iets aan een plek op, op te hangen. Zeg maar. ja. Um, dus ja. Hé, hey, en um, nog heel even terug naar de nerd culture en de, uh, de series en de films. Wat um, uh, ik neem aan dat je alle streamingdiensten uh, checkt. Alle grote series die uitkomen. Heb je tijd om al die shit te checken? Wat is het nou ja? Dat is natuurlijk ook waarom ik misschien, uh, nou ja, ja minder heb, heb gegamed. Kijk, ik vind um, ik game, ik denk dat er een, een bewijs van een game of drie, vier per jaar uitkomt die ik echt voor mezelf zou willen spelen, ongeacht of ik bij GameKick zou werken of niet. Um, en dat is niet eens heel veel, weet je, dat, uh, maar, maar de Horizons en wat dan ook, dat zijn gewoon games die ik gewoon graag, ja, de kosten wat het kost, wil spelen. Heel veel games uh, uh, zijn gewoon omdat ik bij Gamekings werk en dus ook af en toe een review doe, dat, je, dat die langskomen. En betekent nog steeds dat ik het heel tof vind. Of uh, dat ik het nog steeds heel tof kan vinden. Of niet, en dan is dat ook uh, time uh, well spent misschien zelfs nog uh, alsnog. En soms heb je een pareltje ertussen of een teleurstelling en dat is juist leuk omdat je daar content over kan maken. Maar... Gaming is voor mij wel een, een, een bezigheid, een actieve bezigheid. En ik merk, denk ik dat, ja, ik weet niet of dat, een, of dat iets is dat ook komt en gaat. Of dat het is juist omdat ik ouder word en dat het misschien wel steeds minder wordt. Maar dan zat ik te denken. Ik heb ook in mijn hbo-tijd bijvoorbeeld helemaal niet gegamed, omdat ik gewoon bezig was met andere dingen. Maar ik zit nu heel erg in een, in een periode dat ik gewoon graag passief entertained word. Um, en dat is misschien ook wel überhaupt gewoon coherent gestegen met dat streaming. Uh, en ook uh, de series gewoon beter zijn geworden. Vroeger was dat iets wat je keek op tv. En het was gewoon van een bepaalde kwaliteit. Maar weet je, TV acting en, en dat soort stuff. Nu door HBO en, en misschien ook wel door Netflix en wat dan ook. Zijn, zijn dat soort diensten. Die hebben zulke kwaliteit brengen die met zich mee. Of hebben die met zich meegebracht. Of het heeft in ieder geval een grote ontwikkeling meegemaakt. Series. Dat het gewoon, ja, die kwaliteit is omhoog gaan. Dus is het leuker of. of, of en er is ook heel veel. Dus inderdaad, er is misschien wel al te veel om te kiezen. En dat is ook nog grappig. En daar had ik laatst weer een discussie over. Ik weet niet, misschien was dat ook wel op vakantie. Ten eerste hou ik dus van, die, van het passief. Gewoon even lekker zitten en ontspannen. Um, en uh, het is ook nog zo dat ik dus dan ga kijken naar dingen die, me, die ergens gewoon een beetje pulpy zijn. Zodat je niet heel erg committed hoeft te zijn aan iets. En het is niet dat ik, dat ik, dat, dat, ik ben best wel goed in gewoon. Kijken en ik ga niet zitten scrollen. Tenzij het heel saai is. Weet je, dan pak ik mijn telefoon er wel eens bij. Maar als ik tv kijk, dan kijk ik tv. Maar ik, ik weet niet meer wat het was. Of het nou ging over. Ik denk dat het met mijn vrienden was. En die zei dat dan misschien muziek. Die zei van: Als ik. Hele, weet je weet van dit is een heel vet album met intellectuele muziek. Dan moet je daar soort van voor gaan zitten. En zo, Jesus Christ. weet je nu ga ik even 50 minuten. Moet ik hier nu eenduidig met dit bezig zijn? En ik moet goed opletten, want het schijnt ingewikkeld te zijn. Of, of weet ik wel. En dan is dat een commitment die je van tevoren denkt van: Oeh, dat. Hè, heb ik daar wel zin in. Ja. Ik kan ook gewoon dit aanzetten uit mijn recommended lijst en lekker, een soort van, uh, lekker vermaakt worden door de algoritme. Um, en datzelfde heb ik met, 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 uh, met, met series. Dus heb ik de tijd om alles te kijken? Ja, nee, tegenwoordig niet meer, want het is heel erg nu cherrypicking. Ik kijk veel, weet je, we hebben de, dezelfde discussie wel eens bij Nerd Culture inderdaad, van kunnen we alle Marvel stuff nog kijken? Of is het überhaupt nog relevant voor jou als, als weet je, één persoon om alles te kijken? Nee, niet meer. Want het, het, het weet je, ook de content daarin wordt gewoon diverser. Het zijn verschillende soorten producties. Het een is een teen fiction serie, de andere is een dating, weet je, achtige stuff met superheroes. Um, dus dat, en, en het is gewoon heel veel. Dus uiteindelijk is het gewoon picker. Waar heb je zin in? Uh, dus ja, er zijn wel series die ik dan, weet je, die, die high steam hebben. En, en die probeer ik dan. En soms vind ik het heel vet. Wat is de vetste serie die je gezien hebt? Nou, je nou. Ik heb het, het, het eerste seizoen van White Lotus dit jaar gezien. En dat is al wat ouder volgens mij. En het tweede seizoen uh, is, is dit jaar uitgekomen. Een HBO-serie. Maar het eerste seizoen vond ik geweldig. En het tweede seizoen vond ik geen rol aan. <laughs> dus dat was ook heel, heel uh, weird. Gewoon de setting, De eerste speelde zich af op Hawaii. En had nog een soort van dat iets. Ja. Iets, iets heel funny's. En de en tweede seizoen was wat serieuzer en was in Italië. En ik had van, ja, dat weet je, ik heb daar rondgerei. Ik Vind dit interessant? Uh, uh, de, de, de acteurs uh, of, of de rollen die ze doen zijn wat minder. Ik ken het trucje al een beetje, dus vond ik gewoon niet zo uh, 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 interessant. Maar die, dat seizoen 1, dat was echt, echt een heel, 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 heel vette uh, eigen uh, TV. Vet, heb ik nog niet gezien. Nee, het is best wel leuk. Uh, en ja, en, ja, ja nee, het is apart gewoon het soort van. Het gaat, het gaat ook niet heel. De, je denkt in het begin van is het nou een murder mystery of is het gewoon satire? Het is. Het is is gewoon satire voor uh. rich people. En, en dat, dat dat werkte gewoon uh, toen ik dat helemaal door Ik dacht eerst van het is een murder mystery. En dat kijk ik wel heel veel. Ik kijk wel echt alle crimies en, en detective-achtige dingen die eruit komen. Dat, 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 dat hebben we wel echt yeah. sinds Bosch uitkwam op net, of dat ik dat ontdekte op Amazon. Zijn dat soort series wel gewoon... Uh, en die check ik nu ook... Uh, en ik probeer, en ik check ze niet allemaal, maar... Over de hele wereld, weet je? Een soort van, er komt er weer een... een ik vind Engel, Engelse uh, detective series echt amazing. Wat, noem eens wat, wat is er afgelopen jaar? Uh, ja, ik weet niet of het afgelopen jaar was of het jaar daarvoor... Maar dat heette... Um, fuck, niet de Jigsaw. Uh, godverdomme. Het was... Het, 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 het ging over... Een, het was van een boek ook. En het ging over dus een, een, een lijk dat wordt gevonden... Uh, terwijl het en dat is vanuit verschillende delen aan elkaar. Ge, ge, dus meerdere lijken aan elkaar uh, gedaan. Dus daarom heet het Het heet, het heet niet drugs Maar ja. Weet je, als in het is aan elkaar. Ik weet het niet meer. Maar het heeft zo'n soort naam als in het past bij iets in, in, aan elkaar genaaid. Stom dat ik er nu niet op kom. Maar uh, misschien dat het zo meteen nog. zit, het zit ergens. Nou ja, wel dus. Uh -huh. Maar dat is alweer. Ik dat, denk dat het begin van dit jaar was dat ik dat keek. En. Um, ja, dat was een hele vette, gewoon, want ik kijk dus zoveel, ik noem dat fairy dust. Uh -huh. die, die gewoon die, die low commitment, pulpy stuff. Ja. Het uh, is gewoon lekker makkelijk. Uh, dus dan, dan is het ook niet erg, namelijk als je het afzet. Ja, ja. Of als je er even niet op let uh, en, en dat soort stuff. En wat ik dus uiteindelijk dan daarna wel doe. Want ja. ik zit gewoon die shit te kijken. Maar ik kijk dus inderdaad tegen fucking 911-achtige shows, omdat ik dat gewoon, dat heeft gewoon die very dust. Dat is ook gewoon zo geschreven ja. voor huismoeders, bij wijze van, weet je. En ik zit dat gewoon heerlijk te kijken. Maar na al dat soort veel Amerikaans natuurlijk. Maar toen had ik zoiets van ja, oké, okay, ik ken het nu wel. Ik vind het leuk. Dus ik blijf het wel kijken, maar ik wil ook wel wat meer. Dus dan ben ik inderdaad Engelse series. En af en toe wat weet ik veel, er zit nu een Canadese te kijken. En die gaan heel vaak over Indigenous people daar. Omdat het altijd, weet je, die hebben daar altijd problemen en wat dan ook. Dus er komen een paar uh, van die series. Die gaan dan daarover. Het is ook grappig dat dan zo. Het is natuurlijk heel relevant nu om divers met Indigenous people uh, 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 te, te doen. Dus dan heb je er ineens drie in een jaar. <laughs> um, maar uh, uh, de, dus, ja, de, 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 de wat meer uh, ruwe uh, Engelse staf, uh, uh, dat, uh, ja, dat, dat, dat vind ik dan ook toch vet. Maar ja, het blijft uh, fairy dust. Ja. Cool. Zullen we, zullen we je top 10 gaan doen? Ja, dat is prima. Even kijken. En dan pak ik die er even bij. Dan moet ik dus eventjes naar uh, Iweeë's uh, chat. Bam! Op 10. Nou, nee. <laughs> je hebt er 12. Nee, ik, ik heb, uh, um, ik heb een, een, een echte top 5. Ja. Dan heb ik een, een top 5 van games er, er achteraan die in principe. Jij hebt echt een top 10 gemaakt. Maar ja, ja, de eerste paar games, dat je zei van ja, ik heb het maar gedaan omdat ik een top 10 aan het vullen was. Ja. Maar ik, ik wil mijn top 10. Wat dus uiteindelijk een top 5, zijn de games waar ik echt liefde voor heb gevoeld dit jaar. Okay. Ik heb vijf games die ik wel. weet je Die ik wil mentionen eigenlijk. Gewoon omdat ik het wel gespeeld heb en het net niet top maar 10 je waardig vind. Misschien moet ik het ook gewoon een top 10. Maar ja, maar. Vul 5 games die je goed vindt, 5 games die je wil mentionen. Ja. ja. Dat klinkt als een top 10. Ja, nee, ik weet het niet. Want de, de, dan voor de top 10 krijg je dus de nummer 6 tot en met 10 krijgen te veel credit dan of zo. Dat ik denk van: ik vond ze tof, maar ik vond ze niet top 10-waardig tof. Ja, maar ze zijn, ze zijn gewoon niet top 5 waardig. Toch? Nou, laten we dat <laughs> wel zeggen, inderdaad. En dan heb ik ook nog wat. Uh, uh, laten we even beginnen met. Uh, en het hoeft niet eens ingeschakeld te worden. Want, 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 uh, uh, Honorable ik, mentions Ja, nou, ik, ik heb een paar games gemist, dus die ik heel, okay. heel graag wilde spelen dit jaar. Dat is Callisto Protocol, waarvan jij net wel aan het wegzabelen was uh, de zin, omdat hij zei van dit is een kut game. Okay. Uh, maar dat is ik, van de maker van Dead Space en een Dead Space-achtige game. Nou ja, ik, ik vind Dead Space vond ik echt amazing. Dus ik ben nog steeds benieuwd. Coast, die was helemaal. Idolaat over Marvel's Midnight Suns. Okay, ja. uh, Xcom, maar dan met superheroes. Ja, gasten, uh, 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 yeah. ja dus en, en ik, ik wilde dat al spelen, maar ik was op vakantie. Dus, uh, dus ik kon niet. Nou, wil ik nog heel graag doen. God of War, natuurlijk, die wil ik graag nog eventjes uh, um, kijken. Of, nou, kijken, ik, ik weet wat voor game het is. En het is niet mijn soort game, maar het heeft wel die kwaliteit die, die zo tof is. En ik ben benieuwd waar dat verhaal. Weet je, Er zat gewoon op zulke toffe characters in de vorige ook. Dat ik denk van nou, ik ben wel benieuwd wat ze daarmee gedaan hebben. En ik ben heel benieuwd naar uh, de. Nou ja, next gen update van The Witcher. Um, die wil ik nog even kijken Versluit of ik die. Is gisteren uitgekomen? Ja, mij. precies. Ja. ja, maar daarom dat ik zag het inderdaad. Dus deze week en of vorige week dan misschien als je dit kijkt. Maar ik had zoiets van ik ben benieuwd of die game vijf, zes jaar na dato nog steeds de beste game ooit gemaakt is. Weet je dat? dat ben ik heel benieuwd naar ja, het of dat van de PC-versie zijn. Ja, maar en dus mooier zijn. en misschien een beetje getweet. Nou, maar daarom ik ben gewoon benieuwd of de, de herinnering die ik van die game heb. Nog steeds overeind blijft nu ik, als ik het een paar jaar na dato uh, met een klein likje We nog een keer speel. sceptisch of dat overeind blijft. Ja, ik ook. Ik ook wel hoor. Maar, maar aan de andere kant, zoveel betere open world games zijn er niet uitgekomen sinds die tijd. Nee. Arguably geen. Ja. Want ik vind Elden Ring bijvoorbeeld geen open world game. En mensen zeggen het open world. Nou ja, nou ja, het is ergens een zandbak. Het heeft een open world idee. Maar... Het is, 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 is een, uh, een sadistische game die, die alleen maar gaat om mensen doodmaken of doodgemaakt worden. Dus ik, ik vind er niet dat er genoeg keuze of vrijheid in zit om het een open-world game te doen. Het is Gewoon geen Witcher. De Witcher is The Witcher. Ja, nee, maar dat in ieder geval. Dus super verhalend ook. En uh, nou, ik ben gewoon benieuwd of dat er uh, overheen blijft staan. Dan heb ik nog een paar teleurstellingen. Die wil ik ook wel eventjes. Het dus, ja, is niet allemaal. Uh, uh, ik, ik, mensen waren echt jaren aan het opgeven over Disco Elysium. Dan heb ik oh ja. gespeeld? Nou, ik, moest, ik, ik, moest, ik, ik, ik werd er uh, nooit. Elke, elke moment ik, dat ik. Het was echt echt vreselijk. want ik, op een gegeven moment had ik zoiets van oh ik, jij ik heb jij ik denk twee jaar lang gesmeekt om de switchcode en hij zei van ja maar er is geen uitgever die dit doet, dus ik moet dit bij Daum zelf doen uh, en ik krijg geen geen antwoord van ze en nou ja op een gegeven moment uh, of ik weet het trouwens was het Daum of of, of uh, gewoon de de makers ook van van uh, Baldur's Gate uh, die die Belgen, Larian, uh, Een van de twee volgens mij, maar um, op een gegeven moment had hij hem toch echt voor me geregeld. En Shanna had hem gespeeld volgens mij. En, en die zei van ja, moet je spelen. En de hele community heeft dat al twee jaar gezegd. Van ja, Jelle gaat nou spelen, ik speel. Nou, het was echt kut. Het was echt wat een, <laughs> wat een tedious fucking. Het is gewoon boeken lezen, weet je. In een heel saai verhaal. En de, de main character was vervelend en irritant. Nee, er was echt niks ons <laughs> aan die game. Um, Scorn, uh, wat, 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 waar ik van tevoren heel veel zin in had. Maar dat, was, dat had een beetje. Nou ja, je moet gewoon de review eigenlijk kijken. Maar dat was voor mij echt een teleurstelling. Omdat um, de, het, was, het was een, een, een uh, heel vet ontworpen ja dat het was vet ontworpen punt weet je er gebeurde niet zo heel veel in je, je ze hadden de, ze een setting bedacht denk ik ze hadden ge, ge, bedacht van we willen nu iets heel vet horrorachtig met Geiger in, in inspiratie doen mm. en wat gaan we erin doen ja, een beetje puzzelen hele domme puzzels die gewoon gewoon met een beetje kutten. je hoeft er niet over na te denken je moest gewoon gaan schuiven weet je ja. en dan dat soort shit of je moest af, af en af toe liep je gewoon rondjes door niks ja. was het alleen maar letterlijk een soort van zodat je over de promenade of over de, de naar de façades kon kijken van nou dit is uh, 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 wat ik uh, uh, wat we bedacht hebben wat er leuk uitziet hier heb je mist ja. weet je zoiets heel kut ja. um, Gotham Knights, uh, superhero shit waar, waar ik al heel sceptisch over was maar was gewoon niet zo tof uh, alsnog als wat ik uh, wat ik hoopte en um, Ghostwire Tokyo, waar ik steeds meer zin in kreeg naarmate, de, uh, naarmate ik er nou ja, marketingmateriaal van zag. En daarvoor is het natuurlijk, om je warm te maken ervoor. Maar toen ik het ging spelen. Uh, Tokyo is tof door de mensen die daarin lopen. De, door, door het feit dat je daar soort van als, als, als Wesseling, die net iets langer is, een soort van. Ja, ik noem <laughs> dat altijd een beetje denigerend, is dat misschien maar een soort van de mierenhoop. Ja. Iedereen loopt dezelfde lijn. Uh, en, en, het is ook fucking druk daar. Ja, maar het, is, ja maar, maar het is amazing. Maar het is druk, maar het is georg georganiseerd druk. Mm. Zoals een Ik vind dat altijd. En... Van tevoren hadden dus ze van, weet je, Yakuza-games vind ik vet, omdat het een Tokyo-setting heeft en wat dan ook. Dus ik had zoiets van, ja, maar dat is een nieuwe game in een Tokyo-setting. En toen was die game, die, die, de wereld is leeg, de mensen zijn er niet meer. Toen dat, Maar nu is de hele charme van die, van die, van die stad weg. Ja. Nu zijn het gewoon neonborden En die neon zijn blijkbaar niet cool, als er niet ook mensen zijn die, 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 er, die erin rondlopen of zo. Dus dat was ook een, een wijze. En de game zelf was ook gewoon gameplay-technisch niet zo interessant. Dus het was ook weer een open world game. Ik dacht: van ja, nee, dit is gewoon een open world game. En je hebt het letterlijk, zeg maar, je hebt de, de essentie van Tokio er ook nog eens uitgehaald. Ja. Dus nou, dat ja, was ook niet teleurstelling. Goed. Dus dan laten we het dan top 10 noemen, waarvan de top 5 echt glorieus uh, uh, gevoel heeft gegeven. En dit ja. gewoon leuke games zijn. Uh, ik heb deze niet eens echt op, op uh, uh, volgorde gezet. Uh -huh. Maar een game die uh, bij een niet het toneel iemand ook langskwam: Sniper Elite 5. Zo, ja. Ja, nee, dat is eigenlijk. Ja, dit dit is je nummer 5, dus. Nee, dit is mijn nou ja, oh, oh, nummer 5 van de Mansions. Dus laten we het gewoon inderdaad 10. 10. Laten we er gewoon een top 10 van maken. Ja, dit is je nummer 10. Uh, ik, ik vind Snipe Games gewoon heel tof. Dat, ja, en het, uh, ja uh, na, niet het na toneel iemand zei het ook. Dit is Pulp. Uh, en dat is ja, ik, ik zoek dus af en toe gewoon in mijn leven gewoon pulp, omdat sommige dingen zijn al ingewikkeld genoeg. En dit is dat niet. Dit is en ik ja, ik vind het gewoon heel fijn. Je had op een gegeven moment um, Hitman heeft ook. Dit, dit gaat de hitman-kant op. En hitman heeft ooit een paar keer iets geleend van deze games. Dat is namelijk ook van die sniper levels. Dat je gewoon ja. op een afstand en weet je, er is een soort van diner gaande. Die demo, die demo ja. vond ik vetter dan de games die ja. daarna kwamen. Ja. Er was gewoon een diner gaande. Jij moest op een gegeven moment iemand identificeren en zoek het maar uit hoe je hem doodschiet. Ja, ja voor dit heb ik ook, dat heb ik, weet ik, veel. heb ik veertig keer hetzelfde level zitten spelen. Ja. Super vet. En datzelfde, ze zijn hiermee bezig. Van je kan het nu ook een beetje sneakend doen. Is, mm. is het nog sniper elite of gewoon. Elite 5. <laughs> ja. maar, uh, ja, dus maar de sniper manier om het te spelen vond ik gewoon heel vet. En ik vind het gewoon leuk om achter een dingetje te zitten. En mensen te, te, te taggen. En, en, en gewoon weet ik veel of ik ze nou door een hoofd schiet. Of dat ik een touwtje doorschiet. En dat ze iets, dat ze iets op ze valt. Ja, ik, vind, ik, ik kan me daar gewoon heel goed mee vermaken. En we hebben het ja. op een gegeven moment in een stream gespeeld. En toen had ik zoiets van... Het ja, begon een beetje te kriebelen week, veel, twee weken daarna. Toen ben ik het thuis verder gaan spelen. Dus dat was, Tof. Ja. was leuk. Nummer um, 9. Nummer 9 is dan Dying Light 2. In principe, een game dat, dat, dat helemaal naar mijn straatje zou moeten zijn, maar ook hier vond ik de. de, de ik vond het niet uh, vernieuwend genoeg of zo, zeg maar. De. Ik weet je. Dying Light 1 vond ik dat, want die had een hele toffe parcours. Weet je, we hebben heel veel zombie games, hebben wij uh, throughout the years gespeeld, en die vinden we altijd tof. En die Dying Light 1 ging nog heel erg om de zombies. Ja. Uh, omdat je de gimmick of de, 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 de trick van die game was dat je agile door, doorheen kon free-runnen. Wat een extra, weet je. Ze waren net iets sneller de zombies. Maar je had wel het gevoel van, oh, maar ik kan daarop En dan sta ik op de dak en dan kunnen ze me niet meer pakken. En die hele game ging om, om ontsnappend rennen of zo, mm -hmm. weet je. En dat werkte goed. En er zat een aardig uh, verhaal bij. En, en nu zijn ze, nu hebben ze gedacht van, oké, okay, maar hoe kunnen we dit groter en beter maken? Ja, door de een of andere hele idiote uh, uh, verhaallijn uh, bij te verzinnen. Het allemaal net even te veel over de top te gooien. Dus gewoon zo'n studio die even niet wist wat de, wat de essentie was van hun... Uh, game die ze yeah. hadden gemaakt of hun franchise, want dat vond ik in ieder geval dat dit het niet was van Dying Light. Oké, okay. uh, zij hebben die keuze wel gemaakt. En, en ja, alsnog, weet je, het is het is ik, ik hou gewoon van open world games en er was genoeg uh, uh, um, uh, keuzemogelijkheid, in ieder geval in de wereld om wat dingen te doen. En uh, het zweertje, ja, zombies zijn gewoon vet, dus uh, alsnog heb ik me er wel mee vermaakt, maar. Ik, dus ik wilde geen teleurstelling noemen, maar, maar het was wel uh, uh, minder dan. En daarom had ik zitten, het is niet top 10 waardig. Nee, het je wel, nee, maar waardig. Het, Ik heb er nogal van acht om erin te zetten, maar ik heb ja. het niet gedaan. Maar okay. uh, een game die al twee jaar uh, in beta was, maar dit jaar is uitgekomen. Uh, volledig. Dus die ik nog wel even. Daarom, het is ook een mansion. Het is meer een soort van: oh ja, hebben jullie dit nog gecheckt? Uh, grounded. Oh, ja. uh, die Hania Shrunk The Kids uh, yeah, yeah, yeah. Bugs Life uh, die is nu helemaal af, volgens mij ook in de zomer al uitgekomen, dus die heb ik toen nog eventjes uh, uh, aangeslingerd. En ja, ik vond die game sowieso al, weet je, het is het Obsidian en het was een, een B-team omdat het soort van hun A-team of misschien zelfs al een C-team omdat A werkte aan Outer Worlds en, en weet ik veel wat er nog meer ook weer allemaal komt. Wout, uh, uh, natuurlijk dat zal hun A-team zijn. Um, maar ik vind die studio. die doet iets wat ik tof vind. En dit is een, een. Nou ja, het is ergens een beetje een open world. Maar ook wel een survival game. Maar niet die survival game. die je elke week uh, uitkomt. Van uh, je zit in de jungle. en er zijn een paar monsters. en dat je. je moet uh, bomen mm. hakken en dit. Het zit er allemaal wel in. Uh, maar maar dan op een hele eigen manier gedaan. Dus ik vond dit. Dit het is, het is niet eens super volwassen, het is be, ergens best wel kiddy. Maar dit werkt. Dit is gewoon een goed, goed, goed in elkaar zittende uh, game. De, 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 de survival mechanics zijn leuk. Uh, en het voelt wat fris uh, in dat genre. Dus ik had zoiets van, nou, ja, hebben jullie deze nog wel gezien dit jaar? Tof, zeg maar, ja, uh, Dan, uh, een game die in principe helemaal niks voor mij is, omdat het een, een gameplay-game is. Uh, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Um, ik was op een gegeven moment bij een maat van mij en die zei, uh, ja, weet je, we, we, bij Nerdculture hebben we het af en aan de hele tijd over die oude uh, cartoon en over de, de, de films. Um, en gewoon dat we, de, we zijn opgegroeid met de turtles. Mm. Um, en opgegroeid vroeger met beat'em-ups. En ik ben altijd heel erg. Ik, ik, ik heb me de vraag voor deze game heel erg afgesteld. En trouwens, dat is nog steeds wel geldig. Van ik denk dat dat genre um, uitgeëvalueerd is en niet meer van deze tijd. Net zoals bijvoorbeeld met Hitman. Weet je, de yeah. de oude Hitmans, die zijn niet veel nieuwer. Nu in, in, in de nieuwe heb je... Duizend manieren in plaats van twintig, maar twintig minuten twintig waren er ook wel genoeg. En uh, uh, je doet niet, ja. ja, je doet niet per se meer. En hetzelfde met dit had ik zoiets van, maar dat, dat beat-up is eigenlijk zo simpel. Dat was in de 90s vet, maar nu zijn er gaming is geëvolueerd. Dus we kunnen veel meer, er is veel meer mogelijk, dus is dit nog wel ergens is dit saai. Ja. En dat vind ik nog steeds ook van de gameplay, maar alsnog heb ik hem uh, en ik speel, ik speel nooit dingen samen. Ik speel ze altijd alleen in mijn eentje. Wij zeggen? ja, kom op man, ik wil even met jou gamen. Dus uh, op de, op de bank, heb eerst met z'n drieën en op een gegeven moment kwam er iemand bij. En met z'n drieën die hele game uitgespeeld omdat het gewoon, het was fun. Het was, het was ook niet meer dan dat het vroeger was. Het zit goed in elkaar, het ziet er leuk uit. Maar het was gewoon eventjes een paar uur lang fun om samen dat op zijn soort van hele vette nerd kamertje uh, te spelen. Dus uh, ja, ik had je oh, van... Banken. Ja, ja. Ik, ik had er gewoon. Uh, 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 ja, dit was, misschien was dit wel mijn verrassing. Ja. Ik wist al dat ik die gamer er tof uit zag vinden. Ik hou wel van, van bepaalde Pixel art, maar ik hou nu niet, niet van dit gameplay principe meer. Vroeger wel, maar nu niet meer. Maar ik heb me er nog gewoon heel erg mee vermaakt. Dus het was echt een verrassing om dat, uh, om dat leuk te vinden als het ware. En de laatste mention, slash uh, nummer zes. Um, track de Yomi. Uh, ik weet niet of je die, volgens mij heb je... je uh, Yomi. Yomi. Yes. Wat zei ik dan? Yogi. Jo nee, Yodi <laughs> zei ik dan misschien. Wat gewoon uh, uh, punani is natuurlijk in het uh, Ayurvedische uh, mindfulness. Maar um, nou ja, fucking vette game. Ik was natuurlijk helemaal uh, gebiologeerd door uh, uh, Ghost of Tsushima. Dus toen had ik eigenlijk al bijna mijn bedenking van ja, maar dit is gewoon een indie versie van. Weet je? Want, want deze studio met, met z'n twintig of wat nou kunnen niet iets groots maken zoals Ghost of Tsushima. Maar ze hebben er echt iets anders van gemaakt. De uh, uh, um, combat die was ietsje moeilijker, maar die had die. Ik hou niet van moeilijke games. En ik vond deze game heel. Um, voor mij was hij qua, qua feel spot on. De game had niet moeilijker moeten zijn, dan had ik het weggelegd. En dit was net. Ik voelde me net dat ik denk van oké, okay, maar dit is een beetje. A little bit hard to master, dus ik voelde me ook die samurai master. En af en toe had ik zoiets van: Oké, okay, ik heb hier net niet genoeg uh, skillful die knopjes ingedrukt, dus heeft deze eindbaas me uiteraard afgemaakt. Want weet je, zijn, zijn level is hoger. Ja. dus en, en gewoon hele mooie scenery. Weet je, er gebeurde heel weinig in die, maar het was echt zo'n zo ouderwetse film ook. Dus ja, gewoon echt een knap product. Um, en die art style was. Ja, maar insane. dat is, ja. dus, weet je, die die, die weet je, ja, ik ben nu ook zijn naam weer kwijt, maar die, die ene Japanse dude die die samurai films maakt. Uh, ik weet niet of dat hem is, maar um, het was gewoon, indie games, die, uh, daar hebben we het wel eens over hier met, met andere oude game kings, van indie games zijn heel vaak uh, mensen die dan, omdat ze games hebben leren maken, zoiets hebben van ah, dit vond ik vroeger vet, dus dat ga ik ook maken. Ja. En dat is niet cool, weet je. Dat, dat is al geweest. Uh, dus maak iets nieuws. En dit was zo'n vers of zo'n zo, zo zo ding. Van je merkte dat die ene indie game guy daar in die studio zei van, weet je, wat ik vet vind die ouderwetse zwart-wit Japanse uh, samurai. Ja. Kunnen we daar wat mee maken? Weet je, Kusawa, dat... die Kusawa, inderdaad. Ja, ja. Is dat het inderdaad? The ja. Seven dat samurai. Ja. Ja, die, die shit, weet ja. je. Uh, um, en, en dan krijg je iets wat. Nou ja, het is clearly daar vandaan. Maar dat was er nog niet per se in gaming. Dus dan, dan voeg je twee dingen samen. Ja. En je doet ook de gameplay nog eens goed. Nou ja, well done, weet ja dat is wel je. Dat is ook ja. voor een kleine studio. Dat vind ik gewoon tof dat dat soort dingen er, er zijn. Um, nou, dan gaan we naar de echte top 5. Uh, dat was uh, misschien echt nog mijn verrassing van het jaar. Dat is Metal Hellsinger. Wat ik, um, ik hou niet van Doom. Van, mm -hmm. Weet je dat soort gameplay? Want het is gewoon full on shooter uh, uh, drukke uh, ja. shit, moeilijk uh, Twitch gameplay. En um, ik hou niet van mainstream metal, gewoon van catchy metal. Ik hou van donkere black metal en, en sludge en post metal. Dat is allemaal, ja. dit is dat niet. Weet je, dit is de, de metal die ergens in Amerika misschien nog een keer een lijstje haalt. Er, weet je, gewoon, gewoon mainstream, wel metal, ja. maar mainstream. En de, maar de combinatie ervan, ik ging het spelen, want jij zei van nou je hebt die, 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 die review, uh -huh. want je houdt van metal, dus ik, uiteraard moest ik dat doen. En ik ging het spelen en ik merkte zo van ook met dit is misschien niet eens, ja het is wel een shooter, maar het is ook een rhythm game. Oh, ja. En ik voelde ineens me, um, ja ik maak muziek en dat, je, je maakt niet hier muziek in, maar je moet gevoel voor maat hebben. Dus ik voelde me eigenlijk een klein beetje op een gegeven moment een beetje een soort van superieur naar spelers. Um, die, niet, die geen ritme kan kunnen houden. Sommige mensen kunnen dit niet spelen okay. als ze geen ritme kunnen houden. Ik zou het niet kunnen spelen. Nee, maar daarom. Dus ritme, dan je ja. moet de hele tijd in die beat. En dat, dat geeft zo'n. Wat mensen dus ook vinden in doen. Weet je, die, ja. die, 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 dat ritme, de, de uh -huh. die flow. Dat vind ik daar niet. Maar omdat nu de muziek mij de, de pointers geeft van dit is de flow, dit is de flow, dit is de flow, dit is de flow. Zat ik ook echt helemaal in die game en dan ja. komen de, 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 de corny ass, een beetje lelijke metal me niet eens uh, uh, storen? En, en het was nog grappiger: dat hoe beter je die game speelt, hoe meer lagen er in de muziek komen. Tof. Dus op een gegeven moment ja. ontstaat er een heel ding en dan beginnen ze te zingen. En nou ja, die game, nou, dat was gewoon goed, goed bedacht wederom. Een soort van rhythm game, shooter, uh, een niche genre als metal. En ja. dat dan wel doen en het ook gewoon soort van dat het klopt. Ja, ik vond het gewoon heel knap gedaan. Dat uh, ja, was leuk. Ja. Uh, nummer vier, uh, ik kwam net al langs uh, Chernobylite. Of Chernobyl Light. elite is dat volgens mij. Het gaat om dat stofje. Um, ik heb me tijdens de review had ik zoiets van. Ja, dit is niet voor iedereen. En ik had ik heb heel veel soort van kanttekenetjes erbij gezet van waarom het misschien niet zo goed is. Mm -hmm. Maar ik ging dus uh, uh, van, van het weekend nadenken over wat me is bijgebleven dit jaar. En dat was deze vibe. Gewoon heel erg zo op de Stalker, bijvoorbeeld, hij is dit jaar uitgesteld. Uh, uh, um, je had dus die dying light, wat dat post-apocalyptische probeert te doen, maar dat deed het met. Weet je, dat zat te veel make-up. Dat was net even te, te veel kleurrijk, quirky, kleurrijk, ja. dat soort shit. Dit is gewoon gloom, weet je. Dit is gewoon fucking uh, Pripyat uh, narigheid. En ja, de game hier, weet je, kies maar welke, welke van deze dingetjes. Het was gewoon, het is een best wel een kleine, intieme game. Het is niet, niet heel goed gedaan, maar de sfeer en het tempo was waren gewoon heel, heel fijn. Dus. Ja, ik, ik, ik had zoiets van ja, maar ergens is dit gewoon een van de toffere dingen die ik heb gespeeld dit jaar. Ondanks dat het dus niet zo heel goed is. En het is heel gek dat ik dan een, alsnog er dan op vier zet. Maar ja, dit, dit, dit is me echt gewoon bijgebleven, deze, uh, deze vibe. En het werd steeds murkier en steeds stressvoller. Omdat je een soort van bepaalde resources moest vergaren die je dan inderdaad, waar je niet genoeg tijd meer voor had. En het werd steeds meer horror. Uh, best wel goede opbouw. Um, en gewoon heel vibe -y. Dus uh, ja, nee, dit, is, uh, uh, dit moest ik gewoon inzetten. Tof. Het is niet een stalker rip-off. Ja, wel. En uh, stalker meet State of Decay door, nou ja, ik weet niet hoe groot die studio is, maar 20, 30 mensen met dus bepaalde limited uh, 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 resources. En ook uh, in Oekline gemaakt, of niet? Daar ergens, Dus De gasten zijn toch gewoon bij GC Game World weggegaan en hebben dat... Zoiets, so ja. ja, daarom. En dat, maar ja. ja, nee, en alsnog is dat, is, ja, was het vet genoeg of zo. Uh. Tof, ja. oké. Okay. Uh, nummer drie. Misschien heb ik, moet ik, had ik die wel om moeten wisselen, maar. Uh, Stray. Uh, gewoon een game waar ik van tevoren heel erg. Ja, met die kat. <laughs> gewoon, maar ook dat. Dat is. stupide, maar ergens origineel. Weet je, ja. het is niet de allereerste game die je speelt met een kat. Maar wel de allereerste game die je soort van speelt in een heel. best wel grote wereld. Fictioneel. Uh, de, de Tokio-achtige. Uh, Japanse. vet vormgegeven. Toffe. Weet je, de mensheid is weg. Nou, dat is er gelijk al een punt voor. Ehm. Um, ja, dit is, ik vind dit origineel. En, en nogmaals, als je alle losse componenten gaat opnoemen... dan is er is wel eens een game met de kat geweest. En dat is wel eens een game in Tokio. Ja, tuurlijk, maar <laughs> maak dit maar eens. En krijg dit maar eens verkocht aan, 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 aan aandeelhouders... of aan investors, uh, aan, aan, de, de, aan uitgevers. En aan de andere kant, als je hier een techdemo voor maakt... en je laat het aan iedereen zien, dan is iedereen ook wel verkocht. Ja. Uh, denk ik, want dat was bij iedereen denk ik met de dinges. Ja, dat werkte hier en daar ja, net, net genoeg... Uh, het was niet zo open world vrij als dat ik had gehoopt. Het was eigenlijk gewoon best wel. Het waren wel grote levels, maar het was wel alsnog een beetje een soort van ga hier, maar in dit open leveltje puzzelen. Uh, en je mag alleen hier springen als ik dat zeg, in plaats van uh, dat je overal. Wat ik dacht, dat je kan, Assassin's Creed stijl overal klimmen, want het is een kat. Mm -hmm. Maar dat was het niet. Um, maar ja, ik vind die originaliteit ervan gewoon uh, prijzenswaardig. En dat ja, dat heb ik wel vaker denk ik in mijn lijstjes. Dus soms zijn het gewoon hele commerciële open world games, omdat ik die vrijheid tof vind. En, en aan de andere kant denk ik dat Malaysia dan voor de helft altijd bestaat uit hoop ik, uit originele dingen die je of in ieder geval een combinatie zijn van dingen die je niet eerder hebt gezien. En dit ja. was ook een, een voorbeeld van. Cool. Zelfde als nummer, nummer twee. Dit was helemaal fucking amazing. Die game heeft me ook, ik, ben, ik hou niet van moeilijke games, weet je, ik heb Eldering echt, echt daarom vergruist, ik haat dat. En Sifu, dat was ook een game die ik, waar, ik, waar ik echt mee heb ge, ge, letterlijk gestruggeld Ik heb dat op een gegeven moment een paar maanden weggelegd en dan kreeg je een soort van easy update, en, maar het was ook gewoon, soms moet je even dingen laten rusten en dan pak je het op en dan ben je er ineens wel goed in ofzo, ik weet niet wat het is, maar de visuele stijl, de animaties, kijk, ik hou van, van Kung Fu en ook van, weet je, Kung Fu films, en dat er een keer een game is die dat. Weet je, dat vroeger had je ook bijvoorbeeld. Weet ik veel? True crime, Hongkong? Of, ja, of, weet ja, of gewoon die, die andere stuff. De so, de sleeping S dogs. Sleeping dogs, ja. ja. Dat, je, je had ook Stranglehold, volgens mij. Ja, weet je, ja. die Joe bullet time shit. Ja, ja Ik love dat. Weet ja. je, en, en, en maar niks daarvan was zo hardcore gewoon vechten. En het was ook zo. Het was, het was echt goed, goed uitgevoerd. Weet je, die je kon met heel veel gewoon dezelfde aanvallen kon je doen, maar hoe meer je unlockte per gaming sessie, hoe, hoe uitgebreider je ding is, hoe meer effect je fu had. En um, ja, ik ik had hetzelfde, is dat uh, vroeger heb ik ook uh, Wing Chun kung fu gedaan. en Op een gegeven moment, toen had ik altijd dromen dat ik missloeg, heel langzaam zo wruw, mensen missloeg. sloeg. Uh -huh. Dus zag ik dat een keer tegen mijn Sifu, En daarom vond ik het ook zo grappig dat die game zo heet. Weet je? Dat is gewoon een kung fu ding. Hij zei van, maar dan, dan ben je nog onzeker over je kung fu. Yeah, yeah, yeah. Uh, en ik oh, okay, crap. En yeah. later, het werd inderdaad, hoe meer ik het deed, gewoon, hoe meer ik, hoe minder ik op die manier ging dromen. En op een gegeven moment was ik wel. Ik, ik, ik heb nooit mensen helemaal tot pulp geslagen in mijn droom, maar ik had altijd de overhand op een gegeven moment. Toen ik dacht, wow, ik, ik ben dus ook zeker blijkbaar over mijn Fu, Want dat is wat, wat hij zei. Tof. Vond ik heel tof dat hij dat op die manier... Uh, ja En dat had ik hetzelfde met deze game. Ik had zoiets van, oké, okay, maar ik ben, dus, ik ben nu nog... Ik ben te inexperienced. Dus ja. wat moet ik doen? En dat, elke andere game die me dat had verteld, had ik gezegd... Ja, dikke mik. Maar ja. hier, omdat het om Kung Fu ging... En omdat ik dat zelf misschien een keer zelf persoonlijk heb meegemaakt... Had ik zoiets van, nou, fair enough. Begin ik weer bij één. Ja. Begin ik weer op, 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 op dingen en dan hoop ik dat het deze keer beter gaat. En dus die, die samenloop heeft me dus door die frustrerende gameplay. Want het, is, het was het is echt fucking pittig. Moeilijk. Ja, het ja. is fucking pittig. Heeft me. En ik heb op een gegeven moment. nog wel eens met Sid. Uh, uh, een hele discussie gehad. Die zei van. Oh ja, deze. Dus hij was daar eventjes de mentor. Deze uh, enemy die moet je zo verslaan. Ik zit van ja. Heb ik geprobeerd. Hij zegt ja. Moet je het gewoon vaker proberen. Yeah. Maar ik heb niet Ja, maar vaker proberen. Soms duurt het weer twee uur. voordat ik weer bij dit fucking ding ben. Yeah. Dus die game heeft me echt getergd. En toen heb ik hem echt weggelegd. Een paar maanden. En toen ben ik het op een gegeven moment weer gaan spelen. En nou, ja, toen vond ik het alsnog. En ik vond het. Al een hoor, maar ik vond het te moeilijk. Maar ja, sommige dingen die laten je niet los en dat originele uh, dat... top 5 tot nu toe ik ben benieuwd. Dan ja, nou ja, nummer 1 is dan het minste. Ja, inderdaad, ik ben je het gelijk. Het was een vette originele ding. Is tot en met uh, Horizon verbinding? Uh, oh ja, ja, nee, <laughs> maar dit is wel, dit is wel echt mijn soort game. Uh, wel een, een open world game hè, en niet <laughs> een soort van originele game met toevallig een open world setting. Uh, al misschien moet ik daar eens vaker over nadenken en kijken of dat echt zo is, maar. Alles aan deze game was gewoon goed uitgevoerd. Weet je, net zoals dat de laatste paar games van... Of eigenlijk al heel lang, de de, de, dit soort slags, flagship games van... Um Sony zijn gewoon hebben gewoon heel veel kwaliteit. Ja. En of het nou je ding is of niet. Maar ja. de, kwali de kwaliteit barst er vanaf. En of het nou een Death Stranding is, dat best wel artsy is. En wat dan nou ook. Of God of War, wat gewoon een soort van sikker Viking ruggedness. En dit was ook gewoon. Ja, ik vond één. Vond ik, vond ik charmant in zijn. Ook weet je, gorilla is gewoon best wel goed in stroomlijnen. Gewoon in, in dingen gewoon technisch gewoon mooi maken. En die vond ik gewoon tof. Maar dat was echt nog een, een denk ik, een beetje een, een proof of. Concept of zo, weet je, het was best mm. wel klein. En ik vond dat, ja, het leefde nog niet bij mij, nummer, yeah. deel 1. Maar toen dit, omdat dit uitkwam, toch had je alweer een, een avontuur meegemaakt met Eloy. En toen ik er dus nu inging, um, ik vond het verhaal hiervan ook, uh, de, 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 ergens was het natuurlijk het idee van, van, een dat je de mystiek van, van oh, ooit was dit een normale aarde. En hoe yeah. is dat dan gekomen? Ja, vond ik een beetje. Misschien was dat wel heel te, was dat wel te simpel of zo. Weet je, dat hebben dat in, we in Planet of the Apes hebben we dat al veel beter gezien of wat dan ook. Dus vond ik dat een beetje een soort van. Ja, dat kon me niet heel erg bekoren. Maar op de een of andere manier, omdat, omdat ik al 40 of 50 uur in had zitten. En dat verhaal al. En dat hier gaat het gewoon verder. Ja. Toen van, ah oh ja, dat was dat. En dus ik zat al in de lore en, en ik vond de character was al tof. En ik vind dat ze dat in deze game hebben ze dat met Aloy zelf heel goed uh, verder gedaan. Weet je, ze is uh -huh. echt een toffe. Ik vond het wel tof, maar ze is in deze game echt een toffe eigen karakter geworden. En er zaten een paar um, side-characters in deze game die echt heel sterk waren. En dat vond ik in, in één niet. En die companions in deze game zijn ook kut. Maar R R Regala heeft ze volgens mij, een van de, de, de main enemies... en heel veel van die enemies, fucking cool gedaan. En... Um... Ik wilde zeggen, misschien heeft het meegeholpen dat er. Nou, ik denk dat ik wel twaalf mensen. Directe vrienden mag noemen die in deze, aan deze game hebben gewerkt. Maar zelfs zonder dat had ik dat nog steeds gevonden. Het heeft misschien iets uh, extra. Soort van wauw moment van want ik ken letterlijk, soort van een maat van mij is, is de, 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 de sculptor van die van die van die beesten, weet je dat naar het is amazing dat je zijn werk zo van zo dichtbij mag meemaken, maar dan hoop je ook dat het goed is, ja. En ik vind het in alles vond ik het, vond ik het goed, weet je, de gameplay was vet, de uh, open world, het was het was echt exploration. Uh, en dat, dat is wat ik heel vet vind aan, aan games, dat je op een gegeven moment denkt van, oh, wat ligt daar in het water? Weet je, oh crap, ik kom er nog niet bij en waarom niet? En uh, later wel, weet je, of, of dat ik dan van, nou, maar dan ga ik nu op zoek naar wat ik nodig heb om hier onder water te gaan. Weet je, echt zo'n open world game zoals je dat van, nou, ik wil het niet vergelijken met, maar in The Witcher en in Cyberpunk en in Red Dead en wat dan ook, dat je een beetje je eigen pad en eigen verhaal kan gaan maken. Um, Super vette quest. Dus ja, ik, ik vond dit de beste game van uh, 2022. Vet, dankjewel. Mooie ja. top 5. Eigenlijk ook wel een mooie top 10. Uh. Ja, nou, inderdaad, ja, nu het zegt, een soort van het is niet, niet, niet uh, de hele tijd hetzelfde. Inderdaad, wat ik ook wel eens heb. Als er dicht uh, open World games uitkomen. Dat dat misschien ook wel de, uh, yeah, ja. de top 5 of de top 10 bepaalt. Maar. Wil je nog iets zeggen tegen de kijkers voor het nieuwe jaar 2022? 2023. Nee, denk ik, gelukkig, letterlijk een gelukkig uh, nieuw jaar. En um, doe lekker wat je wilt. En uh, zoals wat ik een beetje heb geleerd in uh, dingen. Als je tempo wat lager ligt, als je niet mee wil doen in de rush, dat is oké. Okay. Ook, ook hier in het Westen mag je gewoon even, je mag gewoon slow en langzaam leven. Vet. Zoiets. Dankjewel, man. Jij ook. Yes.